Kunt u zeggen wie u bent? Salomon de Hond, geboren 6-3-1914 te Amsterdam. En waar in Amsterdam? In de Valkenburgerstraat. Of Rapenburgerstraat. Vlak bij elkaar? Ja, bij elkaar. Wat was dat voor een buurt? Dat was het hartje van Amsterdam. Dat was het hartje van de Jodenhoek. Wat deed uw vader? Mijn vader, toen hij gezond was, was hij slopersbaas. Dat slopersbaas houdt in dat ze huizen moeten slopen. Toen heeft hij astma bronchitis gekregen. Toen moest hij ermee ophouden, want dat ging niet meer. En toen ging hij met mijn moeder naar de markt. En gingen ze op het Waterplein staan. Dat mocht vrij met fruit. En daardoor hebben ze dat verder uitgebouwd. Ze waren hele bekende straatfiguren. Ze hadden een hele goede naam bij de gemeente, bij het marktwezen, bij de politie. Want mijn moeder heeft mij geleerd 3 dingen. En die doe ik nog tot vandaag de dag, heb ik die volgehouden, meegegeven aan mijn zoon en mijn kleinzoons. 1. Als je eenmaal liegt, word je nooit meer geloofd. 2. Wat niet van jou is, daar blijf je vanaf. En je moet nooit vloeken, want dan ben je vervloekt. Tot de heden toe heb ik dat nog nooit gedaan. Wat deden uw grootouders? Mijn grootouders die woonden ook in het hartje van de Jodenhoek, in de Valkenburgerstraat. En dat waren, staat precies wat ze hebben gedaan, weet ik niet. Maar het waren ook mensen die op straat hun brood verdienden. Allebei. Dat aan de vaderskant. Ja. Aan de moederskant was het een beetje rampzaliger, want die waren familie van Sluiter. En mijn grootmoeder, die is 3 maal getrouwd en 2 maal haar man verloren wegens ziekte. TB of wat anders, wat toen de tijd nog een hulp was. Woonde er veel familie bij elkaar in die tijd? Ja. Mijn oudste zuster, Foutje, die woonde in de Vrolijkstraat met haar man en 4 kinderen. Daar volgt op mijn broer Willem, die is in 1936 overleden. Was zeer intelligent, zeer begaafd en ging als militair in dienst en kwam als aankomende dokter eruit. En dat voor die tijd was dat enorm. Toen kwam hij te werken in de Vijzerstraat bij Aurora. Hij was niet de eigenaar, maar wel de oprichter en de grootste man van heel Aurora heeft hij naar voren gebracht. Waar bent u op school geweest? Ik heb nog meer broers en zusters. Ja, maar ik vroeg eigenlijk of de familie bij elkaar woonde. Ja, ja. Ik had nog een zuster. Die woonde toen op de Prinsengracht bij de Weesperstraat, hartje van de Jodenhoek. Dan was het mijn andere broer, mijn oudste broer Mark de Hond. Die woonde in de Valkenburgerstraat. Dat is ook het hartje van de Jodenhoek. Levi de Hond, die woonde op Uilenburg, het hartje van de Jodenhoek. En mijn jongste broer, Issy de Hond, die was bij mijn zuster in de Weesperstraat in huis. En er waren 4 kinderen overleden. Daar vandaan was 1 kind bij op zijn parmitswe. Dag van zijn parmitswe is hij overleden en daar had mijn moeder heel veel verdriet van. Dat verdriet spaarde uit, dat toen was de oogheelkunde niet goed, nog niet zo ver. En toen kreeg ze door het huilen, werd ze half blind en toen werden die oogleden gedraaid en die kwamen het rode naar buiten. Men heeft gedacht dat het trombone was, maar dat was niet waar. Mijn oudste broer Willem is overleden aan astma bronchitis. Precies hetzelfde was mijn vader is overleden. En ze woonden allemaal in het hartje van de Jodenhoek. Dus de enige die woonde in Oost, dat was mijn zuster en die woonde
met twee kinderen van Groenteman, die een hele grote rol, die naam Groenteman, of de firma Groenteman, grote rol spelen in mijn werk in de oorlog. Waar ging u naar school? Op het Valkenburgerstraat gingen we op school op 75, er waren twee scholen naast elkaar en daar ging ik op school. En ik was een hele goede leerling. Wat was het voor soort school? Lagere school. Zaten er meestal Joodse kinderen op? Meer dan 95% Joodse kinderen. Maar die niet-Joodse kinderen, die hebben zich echt Joods gedragen. Wij wisten nooit iets, toen niet, van racisme of zo, wat nu veel erger is. Wat ging u doen na uw schooltijd? Bij het einde van de schooltijd, toen was ik nog in 12 jaar. Het was iets in unicum of iets bijzonders, dat de leraar van school, de hoofdmeester, toen was dat de hoofdmeester, die is bij mijn moeder thuis gekomen en die heeft tegen mijn moeder gezegd, u moet uw zoon moet u onherroepelijk laten doorleren, want hij heeft de middelen, de eigenschappen heeft hij en de kwaliteit. Want hij was een van mijn beste leerlingen. En toen heeft mijn moeder geantwoord, u heeft volkomen gelijk. Maar waar moeten die 10 kinderen, die wonden moeten toch open blijven? En zodoende kon ik niet doorleren tot mijn grote spijt en verdriet. Tot hele dag nog. Ik had wel de kwaliteit, maar het ging niet door. Wat ging u doen? Mijn vader was ziek. Mijn vader had bronchitis. Hij was een slopersbaas. Zijn huis aan het slopen, dat kon hij niet meer. En toen moest ik helpen aan mijn moeder. Ze waren in Amsterdam, waren ze hele bekende straatfiguren, maar omdat zij goud eerlijk waren en dat ze acht zijn geleden wat niet van hun is, ze waren bij de politie heel goed bekend, hebben ze een voorrang gehad in Amsterdam, wat heel weinig straatmensen, marktkooplieden of andere mensen hebben gekregen. Zo heeft de politie haar aangeboden om een bijzondere standplaats te krijgen, 2 maal in de week. In Amsterdam-West had je een heel groot ziekenhuis, het Wilhelminagasthuis, in de Tweede Helmerstraat, op die hoek, daar heeft ze toen een standplaats gekregen. Daar vandaan, op woensdag en op zondag, daar vandaan ging het langs de Overtoom. Op de Overtoom was toen de brede politie en de motorpolitie. Bij de brede politie, dat was een hele lange gang. En die gang, daar hebben ze de deur geopend. En mijn moeder en wij en iemand die de kar gereden heeft, die hebben die kar naar binnen gebracht bij de brede politie. En die paarden, die ruikten gewoon dat mijn moeder het was. En omdat ze de schillen bewaard hebben, tweede soort fruit. En dat wisten ze. En ze was nog niet binnen. En dan hebben ze met hun voeten getrappeld, alleen maar om daar naar binnen te komen. Ja. Daar leerde ik kennen het hoofd van de politie, meneer Blanke. Meneer Blanke in de oorlog een hele grote rol gespeeld in mijn werk. Er waren ook geweest NSB-agenten. En daar heeft hij voor gewaarschuwd, onder andere ene, die heeft gezegd dat hij Moos heet. Moos was een grote verrader. Die is een week voor het uitbreken van de oorlog, 10 mei 1940, is hij gearresteerd door de Nederlandse politie van toen. En ja, toen de oorlog was afgelopen in de meidagen 40, werd hij toen vrijgelaten. Wist u voor de oorlog iets van wat er in Duitsland gebeurde? Daar kon ik mij in zo'n geval speciaal niet op toeleggen, maar we hadden ook, mijn schoonouders hadden ook 2 Duitse vluchtelingen. Ik meen dat ze per week gekregen hebben 5 gulden, 7,50 voor die Duitse vluchtelingen. En die hebben het mij verteld. En ik heb dat wel geloofd. Maar als u hierop doelt, dan moet ik iets anders zeggen.
Ik heb in de oorlog heel veel Joden ondergebracht op de Amstel 51. Nu heet het Amstelhof. En in 1 week of 2 weken was de oorlog afgelopen. In de 40, 45, in het begin. Misschien 2 of 3 weken na de oorlog. Toen werd ik geroepen bij de directie. Meneer Van der Hoorn. Ik heb daar een hele grote verklaring van hem en zijn vrouw. Bij de stichting 40-45 leggen, is daar gedeponeerd. Toen heeft die man mij verteld, ik moet even met je praten. Iedereen moest het kantoor uit en we zaten met z'n tweeën te praten. En dan heeft hij mij verteld dat de Joden het heel erg slecht zullen krijgen. Heel slecht. Dat was vlak na de 5 dagen oorlog. Ja, en zullen het heel erg slecht krijgen. Maar als er wat is, wij zijn er altijd. En ik heb daar heel veel kunnen doen. En hij heeft gedaan. Ik weet niet als u dat goed vindt op het ogenblik dat hij daarop doorgaat. Maar even terug als u het goed vindt. Ik ga nog even terug naar voren. Voor de oorlog stond ik in Den Helder op de Markt. Ik stond in Hilversum op de Markt. En op Amsterdam in het hartje van het Waterloopplein. Op het Waterloopplein. Want op 15-jarige leeftijd, doordat ik heel hard gewerkt, toen ben ik voor mezelf begonnen. Ik ben zelfstandig. Ik heb een standplaats gekregen op het Waterloopplein. En alles ging naar behoren. De medewerking had ik geweldig. Ik had voor de oorlog, de markt op het Waterloopplein. Toen heb ik ook 2 winkels gehuurd, gekocht. In de Weesperstraat 84-108. En in 1933, toen werd de Centrale Markt geopend. Dr. van der Laan werd toen directeur van de Centrale Markt. Begin van die dagen, meidagen, heel gauw hebben de Duitsers de Joden verboden deel te nemen en alles en nog wat. Alle ambtenaren die kregen ontslag. En groothandel op de Centrale Markt, die werd verboden, maar de kleinhandel mocht nog bestaan. Toen, op een zekere dag, kwam dokter van der Laan binnen als algemeen secretaris van de Joodse Raad van toen. En die heeft gevraagd, als ik bij je wil komen, even praten. En toen kwam ik als winkelier daar te werken. We gaan ietsje te hard. U slaat een paar dingen over. Ja, daar kom ik op terug. Ik wil eventjes gaan, met u goed vinden, naar voor de oorlog op de markt in Den Helder. Ja. Mijn naam was daar ook goed. Er was maar 1 straat, dat was de Koningsstraat. Die hadden 1 café van Koos Snel. Als de markt, daar zijn we naartoe gegaan met een wagen en een anhangwagen. En als de markt was afgelopen, gingen we bij Koos Snel een kop koffie drinken. En de tijd werd die auto's geladen door die mensen. Het moet verpand zijn wat gebeurt in de oorlog. Dat is zo ongelooflijk waar. Dat is me na de oorlog nog opmerkzaam gemaakt door de RIOT. U weet wat de RIOT is. Ja. Hoef niet te vertalen. En toen, die hebben dat nog eens een keer verteld, dat ik in de oorlog op de Adam-Scheltemaplein, dat was een voorstuk van de Uterpenstraat, en toen was de Hollandse Schouwburg nog niet bestaan. Wel de Hollandse Schouwburg, maar niet de toestand van de Hollandse Schouwburg, dat de Joden daar werden naartoe gebracht. Het was de eerste dagen van de Adam-Scheltemaplein. En toen heb ik daar een kind uitgehaald en ik werd gepakt. Een kind en die moeder. Ik werd daar gepakt en ik moest op transport. En toen was er een Duitser gestaan, een SS-man, en die zei, ga jij maar mee. Die heeft me meegenomen, of zou me meenemen, naar de achterkant van de Adam-Scheltemaplein en daar is de Terpenstraat. Uterpenstraat, dat was de grote angst voor alle Joden en niet-Joden die er waren.
Lagers, oudste Funte. We gaan echt te ver hoor. Eén moment. En toen heeft die manier tegen me gezegd, is hij meteen Hollands gaan praten. En hij heeft gezegd, ja, en jou ken ik, vanaf de helder. Zegt hij, doe het nooit meer. Nooit meer. Laat het je niet zien, want ik ben een antisemiet, ik haat de Joden. Maar nu ga je weg en doe dat nooit meer. Het is wel een unicum, stukken leggen bij de riot. U wou nog eventjes blijven bij de familie? Ja, we zitten nog eigenlijk voor de oorlog. Voor de oorlog. Ik herinner u zich de eerste dag van de oorlog? Ja. Waar was u toen? Dan moet ik eventjes beginnen met een week voor de oorlog, 10 dagen voor de oorlog. Door mijn bekendheid, door mijn ouders en de goede naam, had ik altijd mensen waar ik mee omging, die mij getipt hebben. Zo stond ik op die markt in de Helder en dan gingen we naar huis toe. En in die auto, daar zat de internationale communist. En die man, die heeft mij, alhoewel ik geen communist was, ik deed niks aan politiek, heeft me enorm veel verteld. Want die heeft gezegd, ja, je zal wel raar opkijken, maar jullie Joden zijn zo dom dat jullie niet eens weten dat er in het oosten van het land, dat bleek later Westerbork te zijn, daar wordt een kamp gebouwd. En die kamp, daar komen alle Joden in en dan worden ze gedeporteerd. Dat was al voor de oorlog, maar die man, die had veel Duitse internationale communisten, die wisten allemaal wat er in Duitsland en Polen is gebeurd. En zodoende heeft hij me dat kunnen vertellen, wist ik iets meer als elk ander. Wist je nog hoe die man heet? Die man? Ja. Dat was de horlogemaker, hebben wij hem genoemd. En die had een zaak op de Elandschacht. Dan is er ook wat, doordat ik die relatie zat, doordat ik mensen gesproken heb, heb ik 10 dagen of een week voor de oorlog, dat die man gezegd, je moet hier niet blijven. Toen wou ik gaan weg naar Engeland. Ik heb alle moeite gehad om mijn vrouw, die in Auschwitz is overleden, mijn schoonzuster, waar ik nu mee getrouwd ben, mijn broer, die er met alles een geintje gemaakt heb, ja, die moest mee, ik ga niet zonder mijn vrouw, ik ga niet zonder mijn moeder, op een gegeven ogenblik hadden we een auto vol. Een hele grote auto, een grote vrachtwagen, gesloten vrachtwagen, die altijd een grote rol blijft spelen in de oorlog voor mijn werk. En toen, uiteindelijk, toen zijn we gestrand in Amuiden. Als zij naar mij hadden geluisterd, als ze naar mij hadden geloofd, wat ik zeg, wat deze informatie, dan had ik de oorlog niet in Holland geweest, dan had ik zeker naar Engeland geweest. Wat ging er mis? Het duurde te lang. Het ging zo mis, dat duurde te lang, omdat ik ga niet zonder mijn moeder, dat heeft 4, 5 dagen geduurd, dat uiteindelijk iedereen zegt, ze gaan mee in de auto, dat deel wat meeging. En toen zijn we gestrand in de Muiden. U kon niet verder? Ik had geen geld. Ik had geen geld ook. Ja. Ik kon niets daar doen. Ik kon niet verder. En dat was nog voor 10 mei? Dat was in 9 mei. 9 mei. Dat is 9 mei. Ik kon niet verder. Ik ging niet verder. En geld had ik niet. Want ik was te arm. Toen bent u weer naar Amsterdam gegaan? Ik ben weer teruggegaan. En mensen waren, dachten misschien dat ze humor hadden, hebben gezegd, en me uitgelachen, maar ja goed. Ik zeg, maar moet ik hier nog om uit te lachen, want het is lekker genoeg. Ja, en ook mijn overleden vrouw was ook op tegen dat haar moeder moest mee en alle broertje moest mee. Nou, ze hebben al geen van alle de oorlog overleefd. Haar broertje niet, haar andere broertje niet. Die was bij de eerste razzia in Mauthausen. Nou, Mauthausen waar ik ook weer geweest in het eind. Het laatste jaar van de oorlog. En nou, ik weet dat in Mauthausen dat betekent en wat daar gebeurd is. Waar was u die eerste dag van de oorlog?
thuis. Rapenburgerstraat 81. Hoe hoorde u dat de oorlog was? Ja, ik kan ook niet exact vertellen wat de... Radio? Ja, de radio, ja, klopt, ik had de radio. Mijn oudste broer was een deskundige op radiogebied bij Aurora. Ja. Ik had een radio, daar heb ik het van gehoord. En wat dacht u toen? Nou, de eerste dag was ik heel knap down, omdat ik wist, laat ik zo dat ik niet een... Ik heb elke, als ik zaterdagavond terugkwam met de helden, dat was door de politiek die ze gesproken hebben, een oude SDJP'er. En die communist en iemand van de Vrijheidsbond, dat waren drie politieke partijen. En die hebben gediscussieerd als wij van de helden naar Amsterdam kwamen met de auto. Dan zaten we in zo'n wagen. En dat is niet, tegenwoordig doe je daar een uur over. Toen deden ze er 2,5-3 uur over op die oude weg. En die mensen hebben gedebatteerd over de politiek. En toen ben ik gaan lezen de kroniek van dokter Henry Polak. Elke zaterdagavond, als ik thuis kwam, dan heb ik dat het eerste gelezen. En daar heb je veel kennis van opgedaan. Ik heb me nog herinnerd, het laatste stukje, pakweg, dat was in februari 1940. Dat een van de laatste artikelen, precies exact weet ik het niet, van dokter Henry Polak. Ja, voorlopig zullen jullie van mij niks meer horen. Helaas hebben we ook nog iets van hem gehoord. Die kronieken die verschenen in de krant? Ja, die verschenen elke zaterdagavond in de krant. Als ik het goed zeg, was het Vrije Volk. Voor het volk? Het volk toen, ja goed. Dat mag. Die verschenen en ik ging niet eerder naar bed, of ik moest het kroniek lezen van dokter Henry Polak. Toen was de oorlog was er. Wat had u plannen verder? Wat wou u doen? Dat kwam zo, ik had geen plannen. Die eerste dagen, ik was lustig, niks. Toen ik op de Amstel kwam, en die mensen die waren zo geweldig, zo buitengewoon. Wat bedoelt u dat u op de Amstelhof? Kwam? Nou goed, ik was een beetje... Niet down, maar ik was een beetje... Waarom ging u daarheen? Omdat ik in die mensen vertrouwen had. Ik heb heel veel gedaan. U ging daar overleggen of zo? Nee, ik had in die mensen vertrouwen. Ik ben daar begonnen, ik heb daar geleverd een zuster. Maar u bedoelt, fruit. U heeft daar uw fruit geleverd? Heb ik daar fruit geleverd. En van die zuster ben ik alle zalen gaan bedienen, verkocht. En toen begon ik alle bij de oudjes verkopen in afdelingen. En toen kwam ik bij de directie terecht en bij de christelijke feestdagen, kerst, nieuwjaar, Pasen en Pinkster, heb ik voor zoveel mensen fruit moeten leveren en dan moest ik op een goedkope schaal doen. Dat was niet erg. En ik was daar zo bekend, de huishouding, de baas van de huishouding, die heb ik te voeden. En de oude meubelen, wat de oudjes naar binnen gebracht, heb ik gekocht. Ik was daar kind in huis. Maar ook dat, jammer genoeg, ook dat, daar waren ook NSB'ers en hebben me daarvoor gewaarschuwd. De directie heeft me ook toch gezegd, je kan hier altijd komen, wij zijn er altijd, maar je zal hier nooit die spaarkolen onderduiken. Dus ik was al, bij wijze van spreken, niet ter politiek was ik helemaal geen niets, maar door deze relaties en meer relaties was ik al direct van de eerste dagen van de oorlog, had ik meer informatie, meer inlichtingen dan wie ook. Ja, en als ik thuis kwam, als ik boven kwam bij mijn vrouw, bij mijn zwager, schoonouder, of bij mijn broer, vooral mijn broer die overleden is, waar ik nu mee getrouwd ben, met zijn, dat was toen mijn schoonzuster, dat is zo, dan hebben ze me gewoon uitgelachen. Eén keer kwam ik vertellen in de oorlog dat we allemaal naar Polen gaan. Niemand was nog iets bekend. We gaan allemaal naar Polen. Heb hij als humor niet begrijpen wat hij toen heb gedaan. Heb hij een theemuts opgezet op zijn hoofd. Om te zeggen, nou, er is te koud en dan zet ik het op. Hij wist ook niet wat in Polen te koop was.
Ik heb nog een aantal punten over Polen, over, maar dat komt misschien later. Wat merkt u het eerst van de Duitse bezetting? Ja, hoe zou ik het zeggen? Ik vond het verschrikkelijk toen ze de eerste Duitse bezetting via het Remmelsplein de Blauwbrug overkwamen. Want in die hoek van die Blauwbrug, omdat mijn ouders zo'n goede naam hadden, hadden ze daar een standplaats. Dat was uitzonderlijk. En toen ik kom van het Remmelsplein, daar kwamen die tanks. En dat vond ik een ramp. Ik had er angst. Omdat ik wist van Duitse Joden die gevlucht waren in de oorlog, die bij mijn schoonouders waren gestald of ondergekomen voor, geloof ik, 57 per week hebben ze gekregen. Wist ik dat wat die mensen zouden doen, hebben gedaan, en wat niet geloofd was. Jammer genoeg hebben ze niet geloofd. Dat is hetzelfde. Ik heb een woord, het speelt niet, laat ik het zo zeggen. Ik heb een professor gehad in de oorlog. Die heeft me altijd gezegd, iets wat je ziet, hetzelfde wat je hoort, hetzelfde wat je leest, en hetzelfde wat je persoonlijk meemaakt. Daar zit het verschil in. En dat is zo, en dat blijft zo. En dat gaat er nooit uit, want dat is de werkelijke waarheid. Wat? Als u een kind heeft, en het kind bezeert zich, dan heb u medelijden met het kind, maar het kind heeft de pijn. Wat merkt u daarna van de Duitse bezetting als eerste? Heel slecht. Geen goed woord over. Alhoewel, ik weet niet of dat door het verhaal te pas komt. Ik heb één SS'er meegemaakt. Dat was een unicum. Ik zal daar nog niet over praten, want dat hebben jullie naar gevraagd nog. Nee, dat komt zeker. En ik wou graag weten hoe dat eerste oorlogsjaar, hoe u dat doorgemaakt heeft. Dat eerste oorlogsjaar, ja, ook heel veel. Dat wil zo zeggen, als u een beeld kan krijgen van de Euterpenstraat, daarvoor... Dat de Euterpenstraat, moet u even uitleggen wat dat was. Ja, ja. Als u een beeld kunt krijgen van de Terpenstraat, dat was een hele grote school. En daar zaten de Duitsers in. Die hebben daar ingetrokken. Dat school werd, dat hebben ze op beslag genomen, gevorderd, hoe je het noemen wil. Dat hebben ze ingericht. En daar zat dat tuig in, want het is Merels tuig. Onder leiding van Lagers, Oosterfunte, Strijs, enzovoort, enzovoort. Daarvoor hebben ze gevorderd een heel grote school op de Adama Scheltemaplein. Toen was nog niets waar ik direct op terugkom op de Hollandse Schouwburg. Hiervoor werden er aangewezen voor het twee personen. Die zaten al voor de oorlog in de Duitse vluchtelingenwerk, dat wil zo zeggen, voor het goede doel. Die mensen waren behulpzaam. Het waren nog nooit mijn vrienden geweest, maar ik heb er niks mee te doen. Ze deden toch voor de oorlog, voor de Joodse arme mensen, veel werk. De een heet Asser, had een grote diamantenfabriek, was een heel rijk man. De andere was een professor, Cohen. En doordat ze veel hebben gedaan voor het Duitse vluchtelingenwerk, zijn deze mensen aangewezen dat zij de tussenpersonen moeten zijn bij tussen de Joden en de Duitsers. Het is een samenloop van omstandigheden dat een van de eerste zaken die plaatsvonden, dat was op een koffiehuis wat leeggehaald werd. Dat was in de eerste dagen al van de Sint-Antonisbreestraat.
omdat er daar alleen maar Joden kwamen. De Metz, als ik het goed zeg. De Metz. En al die mensen die zijn meegenomen geworden, die zijn afgevoerd naar Amersfoort. Die zijn op twee na allemaal teruggekomen. Die twee hebben een hartverlamming gekregen, zegt men. Die anderen mochten niks zeggen, anders zouden ze weer opgepakt worden en dubbel zoveel krijgen. Dan kon je als heel weinig verstand moet je hebben om te weten, als je gevangen bent geweest enige weken en je komt terug en je mag niks vertellen. Dan begrijpt een kleinkind ook dat er wat aan de hand is. Maar, en nu komt het, ze moesten, daar werd een advocaat ingeschakeld. Die hebben ze, dat was niet vrijwillig, en daar hebben zij een Joodse advocaat genomen die in Oostenrijk de vervolging had meegemaakt. Dr. Sluska. En zijn vrouw, mevrouw Rappaport. Deze twee mensen, daar moesten ze een kantoor hebben, die hebben ze gevonden direct dichtbij de Terpenstraat, om de hoek, Jan van Eyckstraat, 15 eerste etage. Daar hebben ze dat opgericht. Doordat die terugkwamen vanuit Café de Metz, was hij de tussenpersoon die die zaken afgehandeld met de Duitsers. En door hem zijn toedoen zijn die mensen teruggekomen. Daar was bij één persoon, dat was een broer van een vriend van mij. En daardoor ben ik in contact gekomen met dokter Sluska. Die daarna op het Adam Scheltemaplein heel veel beroep heb gedaan op mij. Waarom? Omdat ik in bezit was van een hele grote vrachtwagen. Die zolang ik in Amsterdam bleef, een grote rol heb gespeeld. Die grote vrachtwagen, die was van een grote bananenrijperij in Amsterdam. Groenteman en Bolle, heel bekend. Omdat die bananen, vijversbananen of andere bananen niet meer kwamen, hebben die mensen geen werk gehad. Ik zeg Groenteman en Bolle, omdat de chef van Groenteman en Bolle, dat is Groenteman. En dat is mijn zwager getrouwd met mijn zuster Roosje. En zodoende kwam ik in aanraking met dokter Sluska. Meneer de Hond, we waren gebleven bij dokter Sluska in de Adam van Scheltemaplein, waar u kennis mee gemaakt hebt. Wat gebeurde daar? Daar gebeurde, de mensen, er was een keertje geweest, op een dag dat de NSB, de WA, die hebben op een zondagmorgen in de markt in Amsterdam, was een markt voor Uilenburg en de Jodenbreestad Ouderschans, dat heette de Jodenhoek. Dat was in het hartje van de Jodenhoek. Ja. En de eerste dagen heeft de WA, hebben daar op een zondagmorgen, hebben ze daar de stalletjes van die arme mensen omgegooid. Kunt u nog even zeggen wat de WA was? De WA was een afdeling van de NSB. NSB was de Nederlandse fascistenorganisatie. WA was een ploeg, dat was de, laat ik het maar noemen, de vechtploeg of zoiets zo. Wat eigenlijk betekent, weet ik, wil ik ook niet weten ook. Maar het waren met laarzen dan en pitten en al niet meer. Het waren schoften van de eerste klas. En nog slechter. Die WA hebben toen, wat een mensen, hebben de kleine stalletjes van oude vrouwen en mannetjes opgegooid. En er was een enorme tumult geweest, die zondagmorgen. Die maandag, erop, zijn er vele duizenden, meer dan 10, wel 2000 mensen naar Amsterdam gekomen. Ze zijn overal gekomen, op het Marktwaterplein, kon je over de hoofden lopen. Dat was maandag. En waarom kwamen ze? Omdat ze er gehoord hadden dat
wat ze gedaan hebben. De mensen waren het daar niet mee eens. Dat was maandagavond. Maandag. Diezelfde avond is die WA gekomen naar Amsterdam en hebben daar ook winkelruiten stuk gegooid, onder andere van een familielid, Barber, op de Jodenbreestraat, de slagerij, en hebben daar de ruiten in gegooid en alles gedaan wat alleen maar het minderwaardige mensen doen. Wat een krachtige, wat een mensen om een ruit in te gooien van iemand die niets kan doen. En die avond is die WA weer gekomen en dat is de bekende zaak, de moord van Koot. Koot is vermoord geworden op het Waterloopplein vanaf de Blauwbrug aan de rechterzijde. Wie was Koot? Koot was een WA-man. Koot, maar er was in Amsterdam, had je twee boksersverenigingen. Onder leiding van Kosman in de Jodenhuidtuinen. De een heette De Jonge Bokser, de ander heette Olympia. In De Jonge Bokser mocht je alleen maar lid worden van de Joden, de Joodse. In Olympia kon iedereen lid worden, die werd aangenomen. Die knokploeg van De Jonge Bokser, die waren daar gestaan en hebben de WA, zij met materieel, met messen, met revolvers, alles en dat. En de anderen hadden niets, blote handen. En daar, ik weet precies waar het is gebeurd, ik heb het gezien, aan de ene kant, dat was een café van Flip Nikkelsberg. En daar en is, om het, je had een grote tuin, speeltuin, heel groot, het centrum geheten. En tegen die hek, daar hebben ze die Koot aangedrukt en die hebben ze vermoord. Er zijn ook van die WA-mensen het water in gegooid geworden op de Oude Schans, tenminste op de Zwanenburgerval. De luchtalarm is afgegaan die maandagavond en Amsterdam moest leeg. En ik moest ook gauw naar huis toe. De Joden die waren op dit moment met lege handen. Toen had je op de hoek van het Waterloopplein en de Vissteeg. Dat was een hele grote ruimte, open ruimte, afgezet met een schutting. Die open ruimte, dat lag al je materiaal op, oud ijzer. Dat was van Anton Prenger. Was getrouwd, christen jongen, met een Joods meisje van ijzerkoper. Woonde in de Lange Houtstraat, nummer 65, eerste etage. Die Anton Prenger, die heb je loods opengezet en heb allemaal staven, ijzeren staven en alle andere gegeven om daarmee zich te verweren. Daarmee is de bekende Koot vermoord, doodgeslagen en in het water gegooid. Dat was het hele grote tumult in het begin. En zo, en die Prenger, als het zo moet, die is gepakt geworden. Die is toen, omdat hij niet Jood was, naar Mauthausen gevoerd geworden. Mauthausen, kom ik later op terug. Dat is een van de ergste kampen geweest. En waar de hele Joodse gemeenschap bang voor was. Alleen de naam al. En toen ik in Mauthausen kwam, begin januari 1945, het eerste wie ik heb gezien was Anton Prenger. Er was nog iemand geweest, dat was een Joodse jongen en die hebben het helaas niet overleefd. Dat was Arjan. Arjan, dat was een jongen, die vader die was voor niemand bang en die heeft het helaas niet overleefd. Was er bij die vechtpartij, was er politie hoor? Ja. Er waren wel, daar is politie bijgekomen. Ja. Politie, wie was wel en wie was niet betrouwbaar? Ik zal u een voorbeeld geven. Er waren twee broers. Die heette Kramer. Ene was klein,
de ander was groot. De grote had een gewoonte om als Joodse kinderen kwamen om te wandelen en die kinderen bij de hand te nemen en mee te nemen en naar boven te brengen. En die hebben zich geëerd in Amsterdam, tenminste in de Jodenhoek. Daar heeft hij dienst gedaan op bureau Waterloopplein. Later Jonas Dani Meijerplein, hetzelfde. Die kleine, die was veel scherper en die werd niet vertrouwd. Toen de oorlog uitkwam, wat was het geweest? De kleine was 100%, maar dan ook volle 100% goed. En de grote was helemaal fout. Dat waren die twee. Dus die politiemensen die daar waren, wie waren goed, wie waren fout? Ik heb zoveel met politie meegemaakt, dat is ongelooflijk. Als ik het goed vind, ga ik daarop verder. Dan de drie, Sam Olie. Een van de beruchte jodenjagers. Een van de grootste misdadigers die er was in de oorlog. Is dat een agent? Sam Olie is een agent. Sam Olie was ijzersterk. Bokser en heeft er ook gebruik en misbruik van gemaakt. Sam Olie was, hij wou lid worden met de jonge bokser, omdat hij een bokser was. Toen heeft hij die gedaan, toen is hij lid geworden van Olympia. Sam Olie, heeft u het nu over voor de oorlog of tijdens de oorlog? Tijdens de oorlog. Tijdens de oorlog? Ja, voor de oorlog. Nee, voor de oorlog. Voor de oorlog. En Sam Olie was zo fout, als Amsterdamse politieman, in de oorlog heeft hij zich direct aangesloten bij de SD. Dat is de Sicherheidsdienst, die een speciaal bureau had in de Nieuwe Doelenstraat. Dat is dicht bij de Munt in Amsterdam. Daar werd dat gedaan. En die hebben een auto gehad. Ik weet nog het nummer. GZ543. Daar zaten 4 of 5 politiemensen in. De ene nog slechter dan de ander. De ene nog meer onbetrouwbaar dan de ander. Hebben middelen gebruikt. Dat zou je niet durven geloven. Dat een normaal mens of een gewoon mens deze middelen zou gebruiken om iemand, ja, te laten zeggen wat hij, of een bekentenis af te vingen, wat helemaal niet waar is, dat hij niet meer aankon wegens de mishandelingen. Heeft u er een voorbeeld van? Ja, een voorbeeld. Er is een vrouwtje geweest in de Valkenburgerstraat. En die hadden ze gepakt. En die hebben ze zo mishandeld en geslagen dat ze ging voor zijn werk. Ik vond dat heel erg. Maar ja, ik wist het van insiders. Een gewaarschuwd man telt voor 2. Een ander, ik wil de naam niet zeggen, want mogelijk zullen ze, als dat ooit wat ik zeg, of dat het niet in Holland komt, dan wil ik wel de naam zeggen. Voor de oorlog was er een Joodse vrouw, een knappe vrouw, die hebben geld verdiend door wat ze in Amsterdam zeggen. Ze heeft de hoer gezeten. Ze zat al voor de oorlog voor de ramen. Ze is verafschuwd door de ouders, door de familie, want dat was een heel groot schandaal. De naam, ik zal u wel vertellen, is Beppie Swaap. Toen de oorlog begon, had ze haar vriend, dat was Dick Redeker. Deze vrouw, wat er nou precies gebeurd is, is gebeurd, die werd gebruikt en misbruikt. In de Gredeker, toen wij zover waren al, dat is later al, gingen onderduiken in 1943,
Dat was in de Valkenburgerstraat. Bij de gemeente was een badhuis. In richting. En daar heeft die vrouw, heet Dick Redeker. En haar moeder en vader hebben geholpen en eten gebracht. In het begin waren dat 30 mensen geweest. En is later allemaal afgezakt en weggekomen. Toen ik gearresteerd werd, toen waren ze mijn vrouw en ik, en wij konden niet wegkomen. Die Dick Redeker, ze hebben zwart gehandeld, wat natuurlijk niet mocht. En dat hebben ze in samenwerking gedaan met meneer Meidema, wat een fantastische man was, van was en bad in richting. Die heeft, en die vrouw, waren twee SD'ers. Van het allerlaagste soort. Want in het begin van de oorlog, eerst 5 en toen later 57, kreeg dat tuig een voor elke Jood die ze ophalen. Een van die mensen zegt dus een keertje, ik heb vandaag een goede dag, ik heb de hele familie Plotske opgehaald. Plotske zat in de Kalverstraat en het waren glas en aardewerk, porselein en het waren geen arme mensen. Zegt hij, ik heb de hele familie opgehaald. Nou, even tellen, maar 57. Dat was Kleine van den Berg, want dat was de tweede geweest. Dat was de Dikke van den Berg. Die Kleine van den Berg is nou toen in de laatste dagen van de Hollandse Schouwburg, na het Adam-Scheltemaplein, daar kom ik direct even terug uit de Hollandse Schouwburg, om even hierbij te blijven. He, en toen, toen was die van den Berg, op een gegeven ogenblik werd die Beppie Swaap gearresteerd. De Kleine van den Berg, toen ze moest zogenaamd kleren halen bij de thuis, die is met haar meegegaan. En dat was dan haar oude beroep weer, maar dan belangloos, midden SD'er. Ik heb die vrouw verafschuwd. Ik heb die vrouw ongelofelijke haat, een hekel gehad. Na de oorlog heb dat deze minderwaardige vrouw, dan zeg ik het nog netjes, heeft deze van den Berg, die een SD'er was, die de ziekenhuisdienst was, die vele, vele tientallen Joden hebben opgehaald, misschien een eigen familie, maar die heeft toen een jaar laten onderduiken in de Valkenburgerstraat in haar huis. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik had zo'n hekel aan die mensen. In welke tijd moest de Joden een stijl dragen? Exact weet ik dat niet meer, maar het was wel een van het begin. Dat is zo gegaan. 42? Eerder geloof ik, maar ik weet het niet exact precies. Maar ik weet wel. Oh, de sterdragen, zeg maar wat. Je moest je aangeven op het Jonisdaan op Weijerplein. Daar is een hele grote synagoge, heel groot. En is ook de ingang was toen de Joodse gemeente. En daar moest je je aangeven. Maar wat is het nou? Ik moest zeggen hoeveel zusters en broers ik heb. En mijn broer moest het ook zeggen. En zo was het in het algeheel. Dus die hele familie kwam uiteindelijk daar terecht. Toen ik dat hoorde, heb ik voorstel gedaan om het niet te doen. Voor mijzelf. Maar doordat mijn broer en mijn zuster en allemaal hebben gedaan, kon ik er niet onderuit. Het ergste nog dat ik een gulden moest betalen ervoor. En daar vandaan, toen moesten we sterren dragen. Nadien. Exact weet ik het niet meer precies, maar het moest wel. En wat dacht u toen, toen u een ster moest dragen? Nou, het is te veel om u alles wat me nu te binnen schiet, 50, 60 jaar na de oorlog, om het zo exact te zeggen. Maar ik heb zoveel materiaal. Heb ik hier in huis. Wat ik na de oorlog heb gekregen. Ik heb zelfs wat een ander niet heeft, denk ik. Weet zeker bijna. Ik heb een aantal officiële verklaringen van officiële personen waar ik in de oorlog mee heb samengewerkt.
die getuigenverklaringen hebben gegeven bij de Stichting 4045. De Stichting 4045 is opgered door mensen die ondergronds waren, die illegaal werk hebben gedaan voor mensen die in de oorlog wat hebben gedaan en daar de nodige papieren hadden voor hebben, voor wat ze beslist nodig hadden. Ik heb gekregen, omdat ik zo'n goede naam heb, van de stichtingsbestuur van 4045, mijn hele rapportage van verklaringen van mensen. En dat gaat zo, je moet 5 personen hebben, die moeten een officiële verklaring geven, wie en wat je bent. Toen ik de eerste keer kwam, toen hebben ze gevraagd 5, toen kwam ik met 10. Toen kwam ik de tweede keer op bezoek, toen kwam ik weer met 10. Nou, we hebben niet meer nodig, maar we willen toch nog even spreken. De derde keer kwam ik weer met 10. Ja, u houdt het niet mogelijk, maar het is wel zo. Dat legt in de rapportage. Want bij door het begin van de oorlog had je ik vertelde dat u, we naderen mijn schelter op mijn plein. En die auto, toen heeft Sloeske mij gevraagd, zou je mij een plezier willen doen? Die mensen die moeten sjouwen met goed de tassen en bagage vanaf de Adamerscheldplein naar de Beethovenstraat van de tram. De allereerste transport was geweest, moet je jezelf melden op het centraal station bij Amen. Dat was het eerste. Dat ging toen over naar de Adamerscheldplein. En die mensen moesten dan lopen door de Terpenstraat, zo naar de Beethovenstraat. En dat ging niet, het in gevaar, als ik me beschikbaar verstelde, met die grote vrachtwagen. Dat hebben we gedaan. En dat was dan heel goed geweest. Ik weet niet wat ik gezegd heb van die Marjanier. Dat was in de Helder, toen stonden we op de markt. En er was daar een café van Koos Snel wel gekomen zijn, dat die Marjanier, die heb ik in de oorlog mee, kon ik niet, de grote SS-man. En die had gewoon gezegd, die moest omdat ik geschaakt werd, ik ben meer 2 maal geschaakt, in op daar op Scheltemaplein. En toen heeft hij me meegenomen, dat ik ben een Jood, ik heb een hekel aan Joden. En toen heeft hij me niet eens gezegd, dat is een Hollander die volbloed SS-man was. Iedereen weet wat de SS betekent. En toen heeft hij mij gezegd, laat ik je nooit meer zien. Ja. De tweede geval, dat was toen ik gearresteerd ben door Austerfunte. Austerfunte was geweest een commandant van de SDSS. Meneer was dat? Onderlagers. Dat was een begin geweest. In de eerste dagen dat we mensen moesten melden in 42. En toen werd ik geschaakt. Ik had daar iemand, een SS-man, die nog nooit wat voor mij gedaan heeft. Waar bent u gepakt? Eén moment. Die nog nooit wat voor mij gedaan heeft, maar alles wat ik hem gevraagd heb, heeft hij gedaan. Dat was een onderchauffeur Sundler. En toen heb ik een vrouw met een kindje vrijgelaten. Die vrouw leeft nog. En dat kindje. En ik ben geschaakt geworden en toen werd ik gebracht bij Austerfunte. En toen moest ik op transport. Toen zeg ik tegen Austerfunte, jawel, mijn Duits is bijzonder slecht, ik zal het mijn Hollands zeggen, jawel, mag ik even mijn regenjas pakken. En toen, dat mocht ik toen doen, want die hangt daar in die hoek. En toen was ik verdwenen. Het gebouw uitgelopen. Wat? Het gebouw uitgelopen. Ja. Omdat het de weg is. Maar waar bent u gearresteerd? Hoe ging dat? Daar is nog voor die arrestatie is er nog heel veel gebeurd. Ik ben gearresteerd in de was- en badinrichting in de Valkenburgstraat. Dat is het hartje van de Jodenhoek, Uilenburg en de Valkenburgstraat. Daar waren 2 was- en badhuizen. Meneer Meidema was daar de directie. En daar was ik ondergedoken en daar ben ik gearresteerd in eind 43, september 43.
Daar vandaan ben ik vanaf de Terpenstraat naar Westerbork gegaan. Via de trein. Maar voor die tijd heb ze nog heel veel afgespeeld in die begindagen. Na de Adam Selterbeplein. Heb je gekregen, pakweg, de Hollandse Schouwburg. De Hollandse Schouwburg is in de Middellaan. Tegenover de bevolkingsregister. Die Hollandse Schouwburg, dat was opgericht om de Joodse artiesten te laten optreden, omdat ze niet meer elders mogen optreden, ergens. En daar heeft zich heel veel afgespeeld. En die artiesten die mochten eerst werken, onder andere Bert van Dongen, Op de Vries. Mensen waren hele grote artiesten, waar ik heel veel heb gedaan, vooral met Op de Vries, met Joodse kinderen. En ik had er bijzondere relaties. En overkant van de Hollandse Schouwburg had je de crash. En de crash is heel veel werk gedaan geworden. Vooral met de kinderen. Treffend voorbeeld is dat ik daarover die vriend van me, zijn zwager, die moest zich melden. Moest zich melden, want in het begin van de oorlog, voordat dat nog razzia en meldingsplicht van de Hollandse Schouwburg plaatsvond, was in de Valkenburgerstraat, in een andere school, op nummer 75, werd een keuring gehouden. Een keuring die werd eerst, moest door Joodse doktoren gedaan worden. Iedereen moest zich daar melden die een oproep kreeg. Die oproepen die werden verstuurd van een afdeling van onderafdeling van de Joodse Raad, die was van een kantoor die de pakkettendienst naar Westerbork regelde. En daar werden die, daar vandaan, op de bovenverdieping, werden de kaarten verzonden dat je je moest melden in de Valkenburgerstraat. En dan moest je gekeurd worden. Gekeurd worden eerst door de Hollandse doktoren, Joodse doktoren, die werden niet vertrouwd. En toen werden daar ingesteld, niet-Joodse doktoren, allemaal NSB'ers. Daar leerde ik kennen, want het was onder leiding van het gewestelijk arbeidsbureau. Meijer de Vries, een staatssecretaris van Nederland, onderminister van de Nederlandse regering, die was sociale zaken, die had het gewestelijk arbeidsbureau onder beheer. En de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau, die heette meneer Henra. Zelden en nog nooit heb ik een tweede man meegemaakt die zo strikt eerlijk was, goud eerlijk en onkoopbaar, niets. Maar die had een hekel aan de Duitsers. En die had de algemene leiding. Het hoofd van die school, niet van die school, maar van de beheerder van het school, dat was meneer Spruit, die woonde in de Valkenburgerstraat 81, eerste etage. En die kon ik heel goed door, een schoonzuster van mij, die in de tweede etage woont, de familie Swaap. Die ook een hele grote rol hebben gespeeld in de oorlog, vooral de man. Daar zat ik in Westerbork en de Mauthausen mee. En die heeft een hele grote rol gespeeld. Meneer Henra is naar me toegekomen. Zit, ik ben aangesproken, mijn voormalige baas, Meijer de Vries. Meijer de Vries was bij de Joodse Raad een algemeen secretaris. Een man met een harde stem, grote mond, maar altijd keurig correct. Maar de manier waarop hij kon zeggen, dat was nou niet zo geweldig. Maar ze wisten niet wat er achter schuil ging. Meijer de Vries was gemengd, woonde in Den Haag. En die had zelf in Den Haag Joden ondergedoken. Hoe weet ik het? Want ik heb hem distributiebonnen gegeven, geleverd voor niets. Die heb ik gekregen van het Amtshof. En meneer Henra heeft een bijzondere rol gespeeld.
in de oorlog. En die heeft mij goed, heel goed geholpen als het moet. En hebben bijzondere verklaring gegeven aan de stichting 40-45. Maar ik wil even teruggaan. Bent u gekeurd daar? Nee. Was niet nodig. Was wel nodig, ik had oproep. Maar die heb ik zo gegeven. Meneer werd ze eruit gehaald. U zegt dat gekeurd, die meneer heeft toestemming gegeven. Meneer Spruit heeft toestemming gegeven. Dat er, stel, u zou mij hebben gevraagd, kun je wat voor me doen, ben u op daar in de Valkenburgerstraat. Dus ik zeg, geef mij maar je naam. En vannacht ben je eruit gehaald geworden. Leiding van meneer Herra, leiding onder de Spruit. Zonder enige verplichting. Ik zeldzaam was die man, buitengewoon. Toen u daar uitkwam, toen u hoefde niet gekeurd te worden. Nee. Uw naam werd eruit gehaald? Ja, de kaart werd eruit gehaald. En wat ging u toen doen? Ging u toen onderduiken of zo? Nee. Ik vertel u dat ik als kleinhandelaar, als marktkoopman, op de markt in Helder heb gestaan, in Hilversum en op het Waterloopplein. Ik kocht net vlak voor de oorlog, nam ik een winkel over in de Weesperstraat 84. Een hele grote zaak met een achtergebouw. En later heb ik een kleinere zaak erbij gekocht op 108 voor speciaal voor delicatessen. Daar op een gegeven ogenblik kwam bij mij naar binnen dokter Van der Laan. Dokter Van der Laan, die was bij het ontstaan van de Centrale Markt in 1933, was hij daar directeur. En die kwam mij naar binnen en zei, ik wil eens een keertje met je babbelen. Toen moest hij bij hem komen bij de Joodse Raad en toen heeft hij me voorgesteld om vertegenwoordiger te worden, omdat ik kleinhandelaar was van de kleinhandel voor de werken. Dat was mijn enige aanstelling, wat helemaal geen aanstelling was, in de Joodse Raad. En ik heb daar, verder kon ik daar heel weinig doen, maar ik heb er wel veel gedaan. Dat wil zo zeggen, ik heb u verteld dat mijn moeder kwam op de Overtoom bij de brede politie. Als daar zo een beschone dingendag waren, er wel honderden politiemensen. Daar waren wij een algemene bekendheid gekregen. Maar er was de hoofd van de brede politie, dat was meneer Blanke. Meneer Blanke is gearresteerd geworden later en heeft tot het einde van de oorlog in Amersfoort gezeten. Maar voor die tijd heeft hij ons getipt. Er was een agent geweest, Moos, heeft hij ze genoemd. Ik weet niet zachter aan meer. En die Moos heb altijd gezegd, ik ben van Joodse bloeden. Daarom heet ik Moos. Maar meneer Blanke heb gezegd, je moet oppassen, hij is onbetrouwbaar. Moos is een week voor de oorlog gearresteerd. Moos is, werden alle NSB'ers gearresteerd. Ja, een week daarna, de oorlog was afgelopen, was hij weer thuis. Moos ging bij de SD, met nog drie mensen in die auto, GZ543. Dat was die auto. Ik was brutaal, heel brutaal. Om een keer stond hij in de Weesperstraat, in de kerk, op de hoek van de kerkstraat, met vier van zijn vrienden, dat tuig. En hij zag me, omdat ik een winkel had, twee winkels in de Weesperstraat, kwam hij naar me toe. Zo, ik ben blij dat ik je zie. Hoe is mijn tante Saar? Mijn moeder hebben ze genoemd tante Saar. Mijn moeder lag in het ziekenhuis. Hij heeft gezegd, jij bent zo keurig, jij bent zo correct, als jij wil, kan je hier blijven. Zal ik voor je zorgen dat je papieren krijgt, dat je niet weg moet. Maar je moet me vertellen waar Joden wonen, of waar Joden zijn, of onder het ook een Joden.
Toen zeg ik tegen hem, ik wil je wel helpen, maar dan moet je wel doen waar die andere drie bij zijn. Want die stonden van de ene hoek, in de Weesperstraat had je de Guiter, en de andere hoek een sigarenwinkel, daar stonden zij. En toen ging hij naartoe en zegt hij, dat is het. Een zoon van Saar, tante Saar, die kwam altijd bij ons, bij de politie. En ik zei, nou man, je wordt vragen wat je me net gevraagd hebt. Zegt hij, jij bent altijd zo correct en heb het gehaald. Zegt hij, jij moet me vertellen waar Joden wonen. En toen heb ik gezegd, ja, ik wist zelf niet waar ik de brutaliteit vandaan had in deze abnormale tijd om te zeggen. Ik zal wel zeggen waar Joden wonen. Je moet beginnen met je oude boer. Want je hebt toch gezegd, jij heet Moos. Je hebt toch gezegd, omdat je de Joodse moeder hebt, dus daar ben je al. Maar wat ik wou vertellen is dat die Amstel, want dat speelt zo'n grote rol, de eerste grote razzia op het Waterloopplein, grote razzia, dat was op die zaterdag en zondag geweest, op het Jonisduin en Meijerplein. Al die mensen werden vierschoren in die twee dagen tijd naar Mauthausen gebracht. Later, van Mauthausen kwamen later allemaal doodsberichten. Op één na, omdat die klerenmaker was voor de Duitsers. Toen was het de ramp geweest. Ik had een winkel in de Weesperstraat. Ik wou er naartoe, omdat mijn vrouw thuis was, die zaterdagmiddag. Een Amsterdamse politieagent houdt me tegen, zegt hij, ga weg. Zegt hij, dan overleef je het niet. Want ze hebben die, als je de Herengracht kent, de nieuwe Herengracht, die loopt van de Amstel door de Prins Hendrikkade, daar waren allemaal bruggen. En die brug werd ineens bestaat. En Jonisduin en Meijerplein, die was opgehaald of, en dicht. Hetzelfde was ook bij de Amstel. Wanneer was dat? Ik meen in juni 42. 42? Meen ik. Ik weet het niet precies. Of 41. Wacht even. 41. 41. Juni 41, het goed zeg hoor. Maar ik heb het niet zo direct in mijn hoofd. Want, maar daar gaat het nou niet. De data speelt voor mij niet geen rol. Het feit speelt er ook een rol. En op zaterdagmiddag, de hele binnenring was afgezet. Van de Amstel tot de Prins Hendrikkade, tot de Oude Schans. Zo de Zwane Burgwal naar de Blauwbrug. Niemand kon erin, niemand kon eruit. Die zaterdag werden alle Joodse jongeren werden opgepikt. De Tiptop en de Rumbeltheater zaten naast elkaar op de Jodenbreestraat, die werd leeggehaald. Alle jongeren die werden gebracht naar het Jonisduin en Meijerplein. Er staan foto's van, er staan beelden van. En dan kan je zien wat er gebeuren moet. Ze moesten op hun knieën, ze moesten een hand in de hoogte staan. Al die mensen zijn afgevoerd. Die gingen naar Schorl toe. En vanaf Schorl gingen die naar Mauthausen. Mauthausen had nog geen betekenis voor mij. Dat komt later, na al die doodsberichten die we niet geloofd hadden. Doordat die mij weg heb afgewezen heb, of weggestuurd heb, dan heb je tussen de Herengracht, op de Herengracht, tussen de Weesperstraat en de Amstel, vanaf van de Herengracht tot de Keizerstraat, daar staat een heel groot gebouw, Amstelhof. Toen Amstel 51, daar was ik erg bevriend. Ik ben daar begonnen met een zuster, zuster Beets van zaal Beterleden, zwakke zaal. Daar ben ik mee begonnen, later heb ik alle zusters gelezen, de mensen, de kinderen, de ingezeten, de oudjes, op de ziekenzalen en zo kwam ik met de directie. Als jij op de Amstelstraat en je kijkt en dan zie je naar buiten, zie je
de directiekamers, de mensen werken daar, de administratiekamer en een hele grote kerkzaal. En de andere kant, daaronder was de keuken. En daartussenin, ik kan het hier op een foto laten zien, daar is een poortje. Onder die kerkzaal. En dat poortje, daar wist ik waar de sleutel lag. Ik kon daarin en eruit. Maar ik kon er gewoon ook in. Maar aan de andere kant, vanaf de Amstel naar de Weesperstraat op de Herengracht, daar had je weer andere afdelingen. Ongetrouwde, enkele meisjes, ongetrouwde meisjes, laat ik het zo zeggen, echtparen. En de overkant bij de Keizer had je ook weer een deel van een gebouw. Het waren wel hele groot, het is een kapitaalgebouw, hele groot. Dus bij het einde tegen de Weesperstraat ben. Dat was een tehuis voor alleenstaanden. Doordat ik wist dat ik drinken kon, toen ben ik daar naartoe gegaan en ik ben in de bovenzaal op de Herengracht, kon ik zo zien op het Jones Daan en Meijerplein wat er gebeurt. Ik kon zo zien aan de overkant waar de Portugese synagoge is en ik kon ook zo zien wat de Hoogduitse synagogen zijn. Dat zijn dat zijn Joodse geloven. En zo noemen ze dat. Portugezen en Hoogduitse. En je hebt ook nog liberalen. Ik heb dat gezien wat daar gebeurd is. De razzia was afgelopen. En alles werd er voorbij. Dat was tegen een uur of pakweg een uur of zes. En toen ben ik naar huis gegaan, omdat mijn vrouw alleen thuis was en ik wou zien wat er gebeurd was. Mijn zwager, Stodel, Mozes Stodel, Abraham Stodel, was ook bij die razzia ook gepakt geworden. Hij was pakweg een jaar of 22 en is ook helaas niet teruggekomen. Mijn vrouw zat daar natuurlijk huilend, wie heeft daar niet gehuild in de buurt wat er gebeurd is. Het is tegen achter. Er werd gebeld. Nou, ik was doodsbang. Het zou er nou zijn. En wie staat voor de deur? De hoofdinspecteur van politie, de commandant van het bureau Jonas Daan en Meijerplein, meneer Blanke. Meneer Blanke was de commandant geweest van de bereden politie. Die bewuste Moos heeft gezegd aan de Duitsers dat hij pro-Joods is en dat hij de Joden helpt. Toen moest hij daar vandaan. En als het lot, geen noodlot, het lot ermee moest spelen, omdat hij pro-Joodjes werd hij overgeplaatst naar het Jonas Daan en Meijerplein. En daar was hij de baas. En toen kwam hij me vertellen: luister, Sam, ik kom hier vertellen, ze komen morgen terug. Je moet zelf weten wat je doet. Ga zoveel mogelijk waarschuwen. Het is allemaal gemend op jonge mensen. Niemand wist nog waar ze naartoe gingen. Hij vertelde me dat ze naar school gingen. Misschien waren ze nog niet eens aan. Misschien waren ze wel aan. Ik wist het. Ik ben de volgende morgen heel vroeg opgestaan. Ik heb zoveel mogelijk gewaarschuwd. Zoveel mensen gewaarschuwd. Onder andere mijn broer Levi de Hond, met zijn vier kinderen. En wie heb ik niet gewaarschuwd? En ik heb gezegd, ga me waarschuwen zoveel je wil. Ja, waar moet ik naartoe? Toen ben ik bij een vriendin, of vriend, in de Uithoornstraat in Zuid gegaan, want ik wist dat ze niet in Zuid komen. Daar zijn we met z'n allen naartoe gegaan. En dat was geweest, dat weet ik precies, eind februari. Waarom weet ik het eind februari? Welk jaar? 42. Ja. Waarom weet ik het?
Toen er op de markt stond in Hilversum, waar ik tot de laatste zaterdag heb gestaan, ook, daar werden van de markt afgeslagen, ook door de NSB, de WA. Had een klant en die woonde in Hilversum, Melkpad 18, mevrouw Kars. Mevrouw Kars was anti-Duits. Ik geloof niet dat u ooit gehoord hebt dat iemand die anti-Duits is in Hilversum, Hilversum is verboden en ze moest het huis uit. Mevrouw Kars moest het huis uit en kwam te wonen, voor mijn geluk, in deze nare tijd, in de Michel Angelo-straat, bij de Arme Seltemaplein. Die had een dochter, die was hoofdverpleegster in de WG. WG is het Wilhelminagast, dus Amsterdam-West, het grootste ziekenhuis van toen, van Amsterdam, zelfs van Nederland. Die is getrouwd met een chirurg, dokter Itman. Dokter Itman heeft, welke illegalen kwamen, om wanneer er wat gebeurd was, wonden, van alles gedaan, belangloos, is gepakt geworden en is gefusilleerd. Dat is gebeurd toen. Toen ik gewaarschuwd was, ben ik naar de Uithorst gegaan, met 22 mensen gegaan. En de volgende dag, na de tweede razzia, die zondag, wat verschrikkelijk was, hoe ze daar gehandeld hebben, ben ik maandagmorgen met 22 mensen zijn we gegaan naar Hilversum bij mevrouw Kars. En uiteindelijk zijn ze, iedereen is weggegaan daar naartoe, hier naartoe. En ik bleef alleen over de laatste week. De laatste week, eind februari, want ik was 6 maart jarig, een dag die je nooit vergeet. Mijn vrouw is toen uit Amsterdam gekomen en we waren daar 2 of 3 weken ondergedoken. Dat zijn data's die ingeschreven zijn, die nooit meer weggaan. Ja, het is dus allemaal samenloop van omstandigheden. Waar ging u toen naartoe? Ik kwam weer terug, ik ging naar Hilversum. En toen het rustig kwam, ben ik weer teruggegaan naar Amsterdam. Ik ben nog niet ondergedoken, zover was ik nog niet. Wanneer werd u ondergedoken? Ik ben pas de laatste dag ondergedoken. Wat is de laatste dag? Dat zal ik u vertellen. In de oorlog, mijn naam is de hond, noemden ze mijn hondje. Ik heb door commissaris Voordewind van de politie, ik heb u verteld dat ik een goede naam van de politie had. Commissaris Voordewind heeft 2 mensen aangesteld. Elias en Japin. Elias, pro-Joods, woonde in de Jodenhoek, is in de oorlog gefusilleerd voor hulp aan Joden. Japin was gereformeerd en had in zijn geloof een verbintenis met het Joodse volk. Die was in 33 is hij rechercheur geworden in Amsterdam. Hij werd geroepen, Elias en Japin werden geroepen bij commissaris Voordewind, hoofd van de politie in Amsterdam, in die tijd. Hij heeft een opdracht van de Duitsers. Ik weet, zo heeft hij dat gezegd, ik heb hier een verklaring liggen, wat die man heeft verklaard. Een hele stapel brieven, dat zal niet brieven, maar allemaal wat hij opgeschreven heeft. Die commissaris Voordewind heeft een opdracht gekregen van de Duitsers. Hij moest een paar politiemensen hebben die betrouwbaar waren. En ik weet dat jullie betrouwbaar zijn. De reden daarvan is dat de Joden die gearresteerd werden, die moesten dan
niet geschreven worden, ik ken niet drinken, geregistreerd worden, sorry. Geregistreerd worden, en daarvoor hebben we mensen nodig, en die politie moet daar toezicht op houden. Want die sleutels moesten ze inleveren. De sleutels werden ingeleverd en die dames, jonge dames, die hebben allemaal registratie gegaan en Elias en Japin waren de baas. Post en Weling waren ook wel, maar die waren gewone agenten. Zij hebben dat gedaan. Commissaris Voorwind heeft gezegd, jullie zijn door een inspecteur aanbevolen. Ik heb het helemaal nagetrokken, jullie zijn betrouwbaar. Jullie moeten het doen. Voor die registratie en die sleutels inleveren, toen was daar een NSB'er, helemaal fout, Puls. Puls werd aangenomen en van die Joden die geregistreerd waren, die gedeporteerd waren en werden, moest hij de woningen leeghalen. Die sleutels spelen een grote belangrijke rol. En Elias en Japin spelen een rol. Want er zijn, gelukkig van toen, je weet niet als die mensen leven, zijn die mensen die gearresteerd waren en die zwart eruit gehaald, en dat is veelvuldig gebeurd, die hadden geen sleutel. Dus ze moesten die sleutel nog hebben. In de verklaring van Elias en Japin staat dat ze mij, af van Elias, niet Elias was gefusilleerd, maar Japin, dat hij me helemaal nagetrokken. En ik was voor 100% betrouwbaar. Dat geeft hij een officiële verklaring aan de stichting 4045. En dat is niet niks. Dat is echt om trots op te zijn. En die sleutels kon niemand terugkrijgen. Het moest via mij. En want er moest weer overgeregistreerd worden. En dat is dan ten dele gelukt. En dat was uiterst, uiterst belangrijk. Er waren ook mensen, daar aan het Scheldermaplein, dat ze ruimte toegevoegd worden, kwamen de Hollandse Schouwburg. Ja, en ik had geen officiële functie bij de Joodse Raad, wou ik ook niet, is me niet aangeboden, wil ik ook niet. Want dan had ik veel meer vrijheid. Maar het zou een beetje opvallend zijn dat ik het alleen heb gedaan, maar met medewerking van Elias en Japin. Men wist van mijn buitengewone relatie. Men wist van meneer Blanke, men wist ook van mijn naam. En ik wou met niemand samen doen of samenwerken. Je moest wel samenwerken, maar niet in een organisatie. Zo bedoel ik het. En waarom? Uit ervaring en gehoord hebben wat er gebeurd is en de mishandelingen. De ene is sterker dan de andere. Want de mensen die doorgeslagen hebben, die kan je nog niet veroordelen, want je weet niet wat de mishandelingen zijn. En daardoor vertrouwde ik niemand. Maar ook niemand in die zin wat er kan gebeuren. Ik heb het alleen willen doen, maar ik had hele goede relaties. De aanbevelingen van Meijer de Vries, onder die staatssecretaris was voor de oorlog van Nederland. Van, laat ik zeggen, van dokter van der Laan, directeur die goed kon. En die ook daar bij de Adem Schelte, bij mijn algemeen secretaris. Dan was er een grote schrijver. Een schrijver en een was er geweest, meester dokter Gomperts. En die mensen hebben allemaal gewerkt. Voor de oorlog was er een bekende man in de SDAP, Sam de Wolf. Sam de Wolf had een zoon, meester dokter Leo Wolf. En daar die mensen heb ik allemaal mee gewerkt, maar niet in een organisatie. Geen één organisatie. Wanneer moest u onderduiken? De onderduiking kwam zo. Er was weer een, ik weet niet als ik vertelde van die grote razzia. In die grote razzia, dat was in het centrum geweest. Ja. En ik heb mijn schoonzuster eruit gehaald.
Daar heb ik die van de, die ene waar ik gezegd heb, die kleine van de berg, geld voor gegeven. Ja. Dat staat vast. En een gegeven ogenblik, die grote razzia, dat was afgezet op het Waterloopplein, langs de grachten allemaal. Alles werd, alle Joden werden gepakt, die aanwezig waren. Ze gingen via de hoofdsynagoge, Duitse synagoge, gingen ze in de trams, naar de registratie, dan gingen ze naar de Polderweg. Nu is daar een kazerne van de Marseillais. De anderen gingen naar de Borneo-kade, daar stonden de treinen, waar ik een, dat meisje eruit heb gehaald, Jutta. Ja. Die heb ik uit die trein gehaald. Maar die gingen naar de Polderweg. Zodoende de Polderweg, met de Marseillais, gingen ze door het poortje heen, zo op de trein, Muiderpoortstation. Elias en Japin hebben mensen aangehouden, achtergehouden in de grote schoen. Dat was ook mijn broer, met zijn vrouw en twee kinderen bij. En nog andere mensen ook. En waar was u? Ja. Waar was u? Ja, ja. Ik liep. Ik wist een avond ervoor. Ik had een witte bond. En ik kon dag en nacht op straat. Die avond ervoor komt Elias en Japin. Twee bijzondere mensen. Japin had de Yad Vashem onderscheiding gekregen. Waar 2000 aanwezigen waren in Jeruzalem. Ik heb hier grote krantenberichten van Trouw en het Parool, Handelsblad, Jerusalem Post. En die avond ervoor heeft hij me gezegd, als er wat was, je moet even wachten. Nou, als ik dan gewacht heb, dan kreeg ik geen blijde boodschap. Dat was alleen maar de sores die er kwam. Ik weet niet wat er is, maar er zijn 20.000 plaatsen besteld in... bij de Nederlandse spoorwegen. Nederlandse spoorwegen waren zo fout en zo rot als een mispel. Toen al. Want de Nederlandse spoorwegen hebben niets gedaan, alleen gezorgd heb dat de treinen beschikbaar waren en dat alles accuraat liep. Ik heb zo een hekel. Gelijk het Rode Kruis, die onbetrouwbaar was. Ik geef er nooit dat voor. Hij zegt, het hele centrum wordt leeggehaald. Ik ben die avond, ben ik gegaan en ik heb iedereen gewaarschuwd. Zoveel mogelijk. Meer kon je op het ogenblik niet doen. Ik werd gezocht. Hebben ze me gewaarschuwd. En ja, toen waren ze bij me thuis. In de Rapenburgerstraat. Naar de centrum Razzia. Er was ook een Oost- en Zuid-Razzia geweest. En als ik de gelegenheid heb krijgen, zal ik er ook iets van vertellen. Hoe ik daar illegaal, zal ik maar zeggen, met een ziekenwagen, EPMA, van de Ruiselkade, iemand eruit heb gehaald. Zogenaamd dat ze ziek waren. Waar ik mijn broer en mijn broer met zijn vrouw eruit gehaald. Waar ik een x-aantal mensen met die ziekenwagens eruit haal en gebracht heb naar Amstelhof. Zo onder het poortje. Ik heb voor de eerste betaald, voor de eerste rit 17,50. Maar ik heb gezegd, je moet zelf maar betalen. Want de tweede was 25, de derde was 30. En ik heb ze zelf laten betalen, omdat ik daar een angst voor had dat ze mijn geld hebben gegeven. Ik heb nog nooit een halve cent aangepakt. Ik heb alleen maar geld gekost. Ik had geen geld. En zo is het. En toen kreeg ik een ingeving. Ik ga naar de Muiderpoort. Waar vandaan? Op het Waterloopplein. Maar u zei net... Van de centrum was, ja. Nee, u zei net, er was ook iemand thuis bij u, bij u thuis ook. Ja, ja, ja. En kom. Daar was u toen, of was u niet thuis? Nee, ik ben daar naartoe gegaan. Dat was de centrum was, ja. En op de Polderweg, een dag ervoor, moesten ze... 7000 mensen, jonge mensen melden. Wij van de groentedistributie hebben geweigerd om namen te geven. Van die 7000 zijn er 150 gekomen naar de Polderweg. Op die Polderweg, bij die Marseillaise-kazerne, daar stonden twee
tenten van het Rode Kruis. Ik ben naartoe gegaan. Er zijn 38 personen overgebleven. Die konden niet mee met de trein. Tegen die 38 personen heb ik gezegd. Dat is het enige goede wat mij bekend is. Maar daar wisten ze zelf niet van het Rode Kruis. Ik zeg, jullie gaan hierin. Niemand mag één woord zeggen. Ik kom jullie halen. En ik heb ze s'avonds, heb ik ze alle 38 opgehaald. En gelukkig leven er nu nog mensen van. Waar heeft u ze heen gebracht? Ik heb ze gebracht naar Oost, want er was nog geen Oost-Azië. Ik zei, dan moet jullie zelf verder, want ik kan jullie niet helpen. Ik was toen gezocht geworden, want er kwamen 5 wagens naar de Rapenburgerstraat 81, 2 ook waar ik woonde. En die hebben mevrouw gehaald. En die SD-wagen met mevrouw erin, toen heeft mevrouw gezegd, ik werk in de Hollandse Schouwburg. Het samenloop van omstandigheden. Ik sta aan de overkant van de crash. De crash is een gebouw tegenover de Hollandse Schouwburg, wat heel veel dienst heeft gedaan, waar kindertjes werden zieken. En ik sta zo te praten met Japin en Elias. Kon de wagen aanrijden. Er stapt een hoge officier van de SS uit, naast de chauffeur, en zegt, ik zal in het midden van die twee, we zoeken een hondje, waar werkt die? Die moeten we hebben. Ik kijk zo in de wagen, schuin weg, en ik zie mijn vrouw erin zitten. Ik zeg geen één woord. Ik meld me niet, ik liet het zo gaan. Ik voelde nog een kleine tap van Japin of van Elias, en ik heb niets gezegd. Toen zijn ze weggegaan, maar ze hebben me niet gevonden, ik was er niet. Al ook wel bij stond. Daar is mijn vrouw weggehaald. Ze hebben de hele woning geroofd. En ongelooflijk. Mijn vrouw ging weg en mijn vrouw was pakweg 4 maanden hebben ze achtergehouden in Westerbork. Want in Westerbork had ik ook goede relaties. Onder andere, daar heb ik ook wel eens wat gedaan, meer dan eenmaal. Naar het centrum Azië heb ik er 2 wagons aardappelen naartoe gebracht. Kleiaardappelen, geen zandaardappelen, heb ik gekregen van de organisatie van aardappelhandelaar op de Centrale Markt, meneer Van S. En de andere was de secretaris, was een Joodse man, meester Bosboom. Zijn zoon leeft nog en is nu directeur in Groningen, bij ook van sociale zaken iets. Was een bijzonder mens, was de eerste en de enige die ooit in Nederland was, een aardappelrechter. Mijn vrouw kwam terug. Ze is opgehouden. Ja, ze is allemaal opgehouden door de afdeling van de Joodse Raad daar. Er waren 4 die waren de baas. De namen zijn me ontschoten. 4 waren daar de baas. En die hebben mijn vrouw opgehouden. En die kwam terug. Er kwamen nog heel veel mensen terug. Die wist u dat ze terugkwam? Ja. Hoe wist u dat? Van Sloeske. En waar zag u uw vrouw voor het eerst? Toen ze terugkwam. Maar waar? Op de Boniokade, daar is de trein teruggekomen. En daar heeft u erop gewacht? Ja, ik wist dat ze terugkwam. En van Sloeske wist ik dat ze terugkwam. En ook vanuit Westerbork, daar ik relaties heb gehad. Ik hoop dat die namen nog invallen. Want die hadden daar de leiding, 4 Duitse gevlucht, ook Joden, maar gevlucht Duitse Joden. Hanauer, Ekman. Van die heb ik al te pakken. Maar goed. Wat ging u doen met uw vrouw? Toen had geen huis meer, hè? Nee. Toen ze terugkwam,
kwamen ze op de Borneo elkaar terug en nog vele mensen meer. Ik heb bij Sloeser, heb ik toen, elke dag zat ik bij Sloeser en ik heb me kwaad gemaakt, heel erg kwaad gemaakt. Dat had ik al eerder gemaakt, omdat de Duitse Joden hadden een streepje eronder. De Hollandse Joden niet op een paspoort, maar op persoonsbewijs. En dat was het verschil. Daar heb ik me heel erg kwaad over gemaakt. Want de Duitse Joden hebben de Duitse vluchtelingen hebben ze bevoordeeld. En ook mensen, bij wijze van spreken, die hadden af en toe omkopen. Dus dat is gebeurd. En ik heb me er zeer kwaad over gemaakt. En er waren iemand arme mensen geweest, waarom die niet? En toen heb ik gezegd, omdat het verschil was tussen Nederlandse Joden, ooit op persoon zijn de Duitse Joden. Toen heb ik gezegd, dan moet je eens goed horen, jongen. Of dokter, wat het land is. Een ster is een ster. De volgende dag, of twee dagen later, die vrouw leeft nog. Hing er op het kantoor van dokter meester Gompas in, op de Keizersgracht, daar was de Joodse raad. Een ster is een ster, Sampi de Hond. Die mevrouw leeft nog, die er als secretaresse heeft gewoon, die nu nog gelukkig. Ze kwamen terug, want ik heb me. Ik zei, ja, er is een familie Schoutenvoerder. Valkenburgstraat, pakweg 75, 2 hoog. Waarom die niet en waarom die wel? En die is vrijgekomen. En die verklaring, die legt van die Schoutenvoerder, die wil leggen bij de stichting 4045. Want toen ik een ernstig auto-ongeluk heb na de oorlog, wat te maken had met de oorlog, ik had een ernstig auto-ongeluk. Toen ben ik nadien aangevraagd voor buitengewoon pensioen. Nadien. Ja. Maar toen, dat was 3 dagen dat mevrouw terugkwam, ben ik meteen gaan onderduiken. En toen werd me aangeboden in de Valkenburgstraat, maar dat vraagt u, Valkenburgstraat 81, en daar was een batterichting. Met uw vrouw? Met mijn vrouw. Ja. En daar zijn we gepakt. Daar bent u, en wanneer bent u daar gearresteerd? Eind 43. En toen bent u naar Westerbork gegaan? Ja. Ik had net iets anders in mijn gedachten. Naar Westerbork gegaan. Via Westerbork ben ik terechtgekomen in Birkenau. Birkenau. Wist u dat bestond? Ja. U kende de naam? Of? Ik hoorde het. Ik heb dat gehoord. Maar ik wist er niet werkelijk wat er gebeurd was. Nee. Dat kon ik niet weten. Nee. Want als ik het had geweten, had ik het wel anders gedaan, maar dat is pas later. Mijn vrouw was ook, mijn eerste vrouw dan, was ook sociaal voelend. En die heeft mijn zuster geholpen met de 2 kinderen. En bij aankomst, ik begreep er geen draad van, werden we naar de wasafdeling gedaan. We moesten douchen voordat we smeren worden. We moesten ontkleden. En later kregen we voor het terug. En de kousen waren kranten. Maar het was verpand. Er was een Pool geweest. Een Pool. Tandarts in de Goetestraat. Daar heb ik wel eens in de oorlog wat voor gedaan. En die zag ik met een Pool praten. En die werkte daar. Birkenau was 1 afdeling daar en de andere afdeling daar. Maar dat wisten we niet. Waren ook mannen toen en vrouwen al gescheiden? Ja, dat is zo. De trein kwam aan in Birkenau. En er werden de mannen werden gescheiden en de vrouwen, jonge mensen. De ouderen met de kinderen gingen op de auto. Er was 1 man geweest en wie ze ontvangen was, dat was de Canara. De Canara, dat waren ook Joodse mensen, ook gevangenen, die werden uitgezocht voor de Canara en die moesten dan de mensen ontvangen.
Maar één heb gezegd, en dat weet ik nog heel goed, Sjaki Pfeffer, na de oorlog, het oorlog overleefd uit die café in Albert Kuip, die heeft tegen een vriendin van ons gezegd, Suze Kuiper, die was gemengd gehuwd, daar was de familie zwaar, mijn zwager ondergedoken, die heeft gezegd, niet op de auto. Ik weet niet of ze nog meer heb gezegd, maar de mensen die op de auto gegaan zijn, die zijn gelijk door naar de gaskamer gegaan. En dat was tegenover, dat de anderen kwamen, die moesten lopende naar die afdeling waar je werd, moest douchen, echt douchen, ik weet niet waarom. En dan werd je kaal geschoren en dan kreeg je een nummer. Een nummer heb ik nog op de, om mijn arm staan. Kunt u dat laten zien? Maan in Birkenau. Er waren maar één of twee geweest, ik weet er maar één, die gewaarschuwd heeft. Niet op de auto. Maar mijn zuster was erbij, Rosa, met twee kinderen, kleine kinderen. En mijn vrouw is er toen gaan helpen, de kinderen. En die kwamen op de auto, en ik wist niet verder, en die kwamen terecht. In de gaskamers van Birkenau. Wanneer wist u dat dat gebeurd was? Dat komt zo. Wij moesten lopen. En wij gingen naar de wasruim, hebben ze dat genoemd. Daar moesten we ontkleden. We werden kaal geschoren. Er was een Pool geweest. Een Pool, het was een Joodse Pool. Straks krijgt u nog wel van niet-Joodse Polen. En die was tandarts in de Hoetestraat. En die ging met een Pool praten. En die heeft verteld wat aan de overkant gebeurde. Ik zie hem ineens huilen. Die man heeft 3 dagen gehuild, 3, 4 dagen. Niet gedronken, niet gegeten. En toen is hij aan overleden. Maar die wist wat was van die Pool wat er aan de overkant, dat er een gaskamer was en wat er met die mensen gebeurde. Wij niet. Wel, wij werden getransporteerd, we moesten lopen, in Birkenau, naar een lager. Die lager was verdeeld in pakweg in 10, A, B, C en D. Ik zal maar eventjes alfabetisch doen. Daar moesten we een maand in een barak blijven. Dat noemen ze de ontluizing. En dat land stond boven en de luis, net als bij Auschwitz, is een dood. Er was niemand die luizen had. Toen we eruit gingen, na een maand, hadden we ze wel. Die eruit mocht, er waren 2 jongens 2 keer per dag om eten te halen. Er was 1 jongen bij, die heette Jopie Brander. Dat is zelf een neef van mijn vrouw. En die heeft eten gehaald. En dan heeft hij verteld, hij heeft mijn vrouw gezien. Hij heeft mijn zuster gezien. Wat heeft hij gezien? Vrouwen die in het vrouwenlager waren, mannen apart, vrouwen apart. Echtparen of mensen met kinderen gingen gelijk door naar de gastkamer. En dan heeft hij gezegd dat hij mevrouw gesproken, moest je de groeten geven. Later, heel veel later, weet ik dat het een leugen was. Maar hoe is het nou mogelijk dat je ging voortleven op iets wat je niet weet, wat een leugen was? En ik zei, ja, daar moet ik voor overleven. Ik moet het overleven. Ja. Want mijn vrouw is er nog. Ja. Mijn zuster is er nog. Ja. He, ze zitten in het vrouwenlager. En we waren een maand. Moesten we daar blijven. In die barak. Daarnaast. Toen zijn we overgeplaatst geworden. Of niet overgeplaatst geworden. We moesten werken.
in het Seleger betriep. Dat was een heel groot magazijn, waar veel mensen werkten in het hele kamp, waar alle neergeschoten vliegtuigen kwamen, alle soorten. Hoe, samenloop van omstandigheden, hoe is het nou mogelijk dat ik, die heel slecht Duits sprak, die Duits sprak zoals mijn moeder en mijn grootmoeder hebben gesproken. Toen heb ik gedacht aan mijn vader, die was huizensloper. En ik heb gezegd, dacht ik dat sloper in het Duits was, wat later bleek niet zo te zijn, Schlosser. En Schlosser betekent nog een trapje hoger als een monteur, een specialist. Ja. Ik kon geen moer, ik heb nog nooit een moertje ingedraagd. Ik was helemaal niet technisch, ik ben aardtechnisch, nu nog. En zo kwam ik te werken in een heel groot magazijn. Die anderen, die kregen allemaal het zware werk. Het slopen, het vliegtuigen, sjouwen enzovoort. Maar ik ben deskundig. En ik kwam op het grote magazijn te werken. En ik wou geen voorman te zijn. Dat heb ik geweigerd. Dat werd mijn zwager, Sjaak Swaap. Die een heel apart figuur was. Ik weet niet of ik de mogelijkheid kom om nog te praten over die SS-man Sundler. Sundler heeft hem een keertje zijn pak geleend bij de keer dat de vervolgingsregister de lucht in is, tenminste de aanslag werd gepleegd en de Schouwburg, hele omgeving is afgezet, heeft hij een pak aan hem geleend. Zo kon hij naar huis toe. Een SS-man wat een Jood een pak leent in de oorlog. Het is niet te geloven, maar het is wel waar. Dat Seleger betriep, dat magazijn, stel waar ik nu zit en achter me is de kantoor, grote ramen, Duitse officieren, Duitse secretaressen, iedereen moest daar komen en ik zat zo voor met mijn rug naar hun toe en ik viel zo in slaap, dat heb ik wel eens meer gedaan, als ik erg moe ben. En dat vond hij, daar had hij geen bezwaar tegen. En waarom? Omdat hij als militair zonder vrouw was, daar waren dames aanwezig die ze voor alles hebben verleend. En ik zat het met mijn rug toe, ik viel in slaap en daar werd niks opgemaakt. Hmm. Ik moest de moeren die van de vliegtuigen werden afgehaald, slopen van vliegtuigen was daar. Ik zei, het een heel groot bedrijf, veel mensen werkten daar. Die moeren die ze afhalen kwamen allemaal naar het magazijn, die moest ik sorteren. Want ik was de vakman. Ja. Ik was losser. Maar er stonden kisten die al gesorteerd waren door kundige mensen, niet door mij. Die heb ik apart laten staan. Het was net als ik op de markt stond op het Waterloopplein. Ik gooi alles door elkaar in de kist. En ik heb ze er overheen gedaan die goed waren. Vroeger hebben wij dat genoemd KTS, dat was een vrouw die alles opmaakte. Zo maak ik het ook op. En dat was dan goed. In die periode, omdat ik altijd voor me en achter me keek, had ik eerst maak kennis met een capo. Theo was zijn naam, nooit vergeet ik het. Al die gevangenen kregen, dat noemen ze winkel. Geen magazijn of een winkel die je verkocht. Nee. Dat was met een driehoek, met een punt naar beneden of een punt naar boven. Op die kostuums, met een gele punt naar beneden, dat betekent de Jood. Met rood, dat betekent de politieke gevangene. Met groen, dat betekende een verbrecher. En als hij naar boven was, was hij een moordenaar. Een van die mensen, Capo Theo, die hoort dat wij Amsterdam, Holland waren in Amsterdam. En die zegt, oh, zegt hij, ken je de Brandertjes?
De brandertjes waren neefjes van mijn, deze vrouw, mijn tweede vrouw. Die waren lid van de jonge boksers, waren bekende boksers. Dat is Benny Bril, dat is de Vries, dat hebben Maccabia gespeeld, gebokst hebben. En dat waren hele bekende. Nou, ik vond het leuk dat ik mijn kapel kreeg met die ze kon. Pakweg 3 weken later. Toen heb ik geloofd, voor 100%, wat ik voor die niet geloofde, dat de mensen die in Mauthausen waren, dat er geen een meer leefde. Toen die mensen in Mauthausen waren, kregen ze berichten thuis, longensteking, dit, dat. En hebben ze gezegd, oh, dat geloof je, moet je niet geloven. Maar toen was er, na 3, 4 weken, was er zeker een derde van die 100 mensen, een commando was 100, in 5 afdelingen, van 20, een kapo, overkapo, die waren de leiding. Daaronder had je de voorman, die had de 20 mensen. Toen wist ik dat er geen een meer in Mauthausen leefde, maar ik pak weg, 20-30% leefde al niet meer van die 100. Onder zijn leiding van die kapo Theo, die groene winkel had, die een moordenaar was en een verbrekker. Dat hebben ze eens gedaan, want dat was hun minst. Een kapo kreeg mee, als je 100 had, en de open kapo voor 100 mensen brood. Die onderkapo, die had een algehele leiding, en de voorman, dat was niks, dat was gewoon, had 20 man. En als hij nou, als hij terugkwam, en er waren 20, 25, 15 minder, 1 brood was 4 mensen, dan had hij 3, 4 broden. En dan ging hij verkopen, en die heeft hij verhandeld, in het kamp. De mensen hadden geen geld, maar de mensen van de Kanaren die de slachtoffers hebben ontvangen, met de gele strepen, dan moest je alles afgeven. Die werden in een pachtmagazijn, dan moesten ze sorteren, schoenen en brillen en alles. Nou, die hebben wel eens wat meegenomen en dat hebben ze naar het kamp gebracht. En zo stond er een handel. In het magazijn kwam een keer dat was de tweede keer, kom direct op de eerste keer terug. De tweede keer komen er 4 Polen naar me toe. Maar mijn moeder had gezegd, er zijn maar 2 Polen goed. De Noordpool en de Zuidpool. Andere Polen deugen niet. Daar bedoelt ze mee met die Polen mee, de niet-Joodse Polen. Die krijgen in Polen met de borstvoeding, met melkfles ingegeven, uit antisemitisme. Ik heb weinig of geen Polen meegemaakt, niet-Joodse Polen, zeker niet in het kamp. Ook in het kamp waren de gevangenen antisemiet. En daarvoor heeft ze gezegd, er zijn maar 2 goede Polen, de Noord- en de Zuidpool. En wie niet goed waren, daar bedoel ik uiterlijk mee, ik wil het nadrukkelijk zeggen, de niet-Joodse Polen. Er komen 4 Polen naar me toe in het magazijn waar ik werk. En die doen me een voorstel, want ze gaan vluchten. Zeg, begin ik niet aan. Zegt, ja, jij moet me aanwijzingen geven. Dan kunnen wij vluchten en dan kan jij mee. Ik had gedacht, daar begin ik niet aan. Ik zeg, ik zal je de aanwijzingen geven, maar ik ga niet mee. Ik was de taal niet machtig. Wat moet ik in Polen doen? Weet ik weg. Weten dat er meer dan 95% antisemiet waren. Wat moet ik daar doen? Zo slecht als ik een kamp had, zo nog slecht zou ik het hebben als ik ging vluchten en ik zou er in Warschau of ergens anders lopen. Maar niemand gelooft je. Ik heb die aanwijzing gegeven. Ze zijn gevlucht, 3:30. En ze zijn gepakt, buiten het kamp, ergens, weet niet waar. Ze zijn ook ter dood veroordeeld. Ze zijn 3 ter dood veroordeeld en werden vastgebonden, nadat ze dood was, aan de ingang, aan een boom, bij
aan het lager. En als wij dan uit het lager kwamen, dan, we kwamen uit onze barakken, er waren heel veel barakken, het was heel veel. Je moet het lager zeggen, vrouwen lager, mannen lager, enzovoort, enzovoort. En hebben die koeien zien dat die doden, omdat ze gevlucht waren, doodgeslagen waren, of doodgeschoten waren ze mee. En die werden er vastgebonden daar. Toen ze gepakt waren, hebben ze gevraagd, wie heeft jullie geholpen? Nou, ze hebben direct gezegd dat ik het was. En ik werd gearresteerd. En ik heb gezegd dat het niet waar was. Maar als het wel waar was, dan zei die Chin, denk ik, dat ze dat geloofd hebben. Als het wel waar was, had ik meegevlucht. Mijn gebrekkig Duits heb ik dat gezegd. Ik werd veroordeeld tot 25 stokslagen. Kan ik wel vertellen wat het is? Begrijp je toch niet. Je moest over een houten bank leggen, je voeten achter de poten, dat je niet weg kon. Je legt er overheen en een van die moordenaars, of een van die het moesten doen, die houdt je vast met je hoofd. Nou, je kan niet weg. En dan gaat hij tellen. Maar jij moet meetellen. Dat had ik al meer gezien, ook gehoord. Als het 6 waren, zegt hij 5. Als jij dan zegt, nee, het waren 6, had je 8. Zo kreeg je 25 stokslagen. En mijn rug was totaal kapot. Ik kon geen stap meer lopen. Ik werd door mijn vrienden, of kameraden, of lotgenoten, hoe je het ook noemen wil, werd ik naar mijn barak gebracht. En had ik het geluk, bij het ongeluk, dat er een ziekenverpleger was uit Den Haag. Maar de mensen hadden zoveel respect voor me dat ik niet doorgeslagen heb. En dat ik toch geholpen heb. En toen werd ik elke dag, 's morgens en 's avonds, werd ik door die ziekenverpleger werd ik behandeld met mijn rug met jodium. Maar ik kon niet lopen meer, zo goed als niet. Hebben mijn medelotgenoten, mannen 8, hebben steeds afgewisseld. En zo hebben ze me meer gedragen dan gelopen naar het magazijn gebracht. Magazijn hebben ze een grote kist genomen en hebben me de hele dag erin gelegd. En dan ben ik weer behandeld geworden door die dokter uit Den Haag. Zo heb ik de oorlog overleefd. En dat noem ik toen mijn te dood veroordeling door toen. Tot op heden heb ik nog ernstige rugklachten. Heel veel rugklachten. Na de oorlog heb ik in alle soorten corsetten moeten lopen. Van staal, van ijzer, van metaal tot stof. En ik ben toevallig behandeld geworden door dokter Herschel. Dokter Herschel was de geneesheer van het Reuma Stichting. En ik ben binnen bij hem. En wie kon er binnen? Zijn vrouw. Ach, jij hier? En pak me beet en geef me een zoen. Ik ben er nog nerveus van. Wie was die vrouw? Die vrouw was verpleegster. In het Joodse ziekenhuis. Op de Keizersgracht. Bij de Weesbestraat. Dat was een Joods ziekenhuis. Gasthuis hebben ze het genoemd. En mijn moeder was ziek. Heel ernstig ziek. En die lag toen in het Joodse ziekenhuis. En die moest ik toen halen. Die ben ik naartoe gegaan. Dat ik het wist. Ik zei, moet jullie goed horen. Jullie doen wat jullie willen. Ik neem mijn moeder mee. En die bracht ik naar de Joodse invalide. Dat was op het Weesperplein. Op de Achtergracht. Want ik weet uit goede bron dat jullie vannacht worden weggehaald. Wat moet ik doen? Ik zeg, dat moet je zelf weten. Jullie worden vannacht weggehaald door de ergste misdadiger Sam Olie.
zo was gegaan. Zo werd het Joodse ziekenhuis leeggehaald. Mijn moeder was in de Joodse invalide. Zij was hoofdverpleegster. Zij is toen weggegaan, omdat ik dat verteld had. En ze is later getrouwd met dokter Hessel op het Bachplein, Bachweg. 20 woont hij, nu nog. En die vrouw ook. Er was een, in de Weesperstraat, bij het weghalen van het Joodse ziekenhuis, was een jongen geweest. Die had een winkeltje, drogisterij in de Weesperstraat, bij de Keizersgracht. Teddy Goldsmit. Teddy Geldsmoord, dat was een van de sterkste mensen in Amsterdam. Die heb geworsteld of geboxt. En die Sam Oli met zijn zoons, die ook boxers waren, die konden niets van hem winnen. Daar konden ze niets voor kroppen. Teddy kwam er aan. En ze zeggen, Sam Oli, toen had hij meer macht. Je persoonsbewijs. Geeft er twee strepen op, arresteert hem en brengt hem naar de Hollandse Schouwburg. Ik kom in en Teddy wordt er binnengebracht. En Teddy Goldsmit, zeg ik zo en zo, die wist ik 3 weken achter te houden in hoeken en gaatjes van de Hollandse Schouwburg. En Teddy Goldsmit heeft de oorlog overleefd. En Teddy Goldsmit heeft de verklaringen vergeven bij de Stichting 40-50 over mij. Een van de ergste zaken die ik heb meegemaakt, daar was ik heel erg kapot van. Voor de oorlog waren er maar weinig mensen die nachtzaken hadden, of avondzaken. Een van die avondzaken was Gerritsen in de Westerstraat. En die werden gehaald. Ik zal het nooit vergeten, zaterdagavond. Diezelfde dag, of die vrijdagavond, vrijdagmiddag, was hun moeder overleden. Nou, hij kwam er binnen, toen zat er aan en vertelde dat zijn moeder, alsof zijn vrouw was overleden, van Gerritsen, dat die morgen de lawaai is. De lawaai, dat is een Joodse begrafenis. Op dit punt hebben ze hem vrijgegeven. En de volgende dag, die zondag, was de begrafenis geweest. En Gerritsen met zijn zoon, Max Gerritsen, die ging naar huis toe. En dezelfde avond is er een speciale wagen gegaan naar de Westerstraat. En die heeft die Gerritsen gehaald, die oude Gerritsen en Max. Samenloop voor de omstandigheden, ik kwam aan. De auto stopte voor de Hollandse Schouwburg. Gerritsen senior is binnen. Max Gerritsen stapte uit. Ik zeg, een ingeving. Denk dan niet dat ik een professor ben, een ingeving. Ik zeg tegen hem, loop om de wagen. Hij loopt om. Ik zeg, weg. Max Gerritsen is weggegaan. Max Gerritsen is door België, Europa, heeft het overleefd. Hij leeft nu nog. Het is jammer. Hij is ernstig ziek al een aantal jaren. En is zijn 2 benen kwijt. Maar hij leeft nog. Mag ik even terug naar Birkenau? Hoe lang heeft u in Birkenau gezeten? Tot 18 januari 1945. En wat gebeurde daar? In Birkenau? Nee, na die 18e. Ja, ramp. In de geschiedenis staat bekend de dodenmars. Dat begon 18 januari. Uit Birkenau, Auschwitz. En alle andere kampen, er waren veel kampen geweest. Het was er. Maar voordat ik het vertel, moet ik nog een luguber verhaal vertellen.
Ik woonde in de Batelier Dwarsstraat, Sam van Zouten woonde twee huizen verder. Sam van Zouten stond in de Albert Kuip met fruit. Had 7 zonen. Hij kwam in Birkenau aan en werd meteen ingedeeld. Als een van de bij het dodenkamp, bij het dodenlager. En heb gezien, hij heeft me zelf verteld, enkele zoons van hem, die vergast waren. Die heeft hij zelf gezien en die moest hij toen, werd toen verbrand. Er zijn nog veel ergere dingen gebeurd daar. We werden aangewezen in Birkenau om een grote kuil te graven, lange straat, heel groot en lang. Naast de waar de mensen vergast werden. Er kwamen transporten, Hongaren, Grieken, Oostenrijkers, al die transporten, die verzonnen. De Roodjes, de Muur, dat was de Grieken. En de Zigeuners, er was dan een Zigeunerlager ook. Die werden de Zigeuners werden met het hele gezin in het hele lager. In de tijd van pakweg 8 uur werd het hele Zigeunerlager vergast en verbrand. Wij moesten die grote kuil graven, heel lang, vele meters lang, diep en hoog. En toen moesten we terug naar het kamp. En de volgende dag dat die hele grote transporten waren, de massa's, werden de mensen die vergast waren, werden erin gedaan. En dat is het ergste wat ik ooit in mijn leven gezien heb. Nog meer leed dan ik zelf heb meegemaakt. Dat die kinderen, die kleine kinderen, omdat er zo'n massa was, die werden weggetrokken uit de armen van hun moeder en die werden levend in het vuur gegooid. Sorry. Ik zie het beeld voor me. Als we maar gaan, 18 januari, de dode was. Ja. Ik was in de dodenmars. De Russen kwamen. Nu zijn mensen die achtergebleven zijn, dat maar bij de Russen. Wist u dat ze kwamen? Er werd gezegd, en we hebben de Amerikanen, de Russen gehoord, maar we waren ook zo bang voor die Russen. De Russen waren. Maar er geen, ja moet ik het zeggen, geen mentaliteit. Dan kwamen ze met je 4 of 5, als je brood hebt, kreeg om je heen. Sloegen je en namen je aan het eten. Dat stukje curry, wat je andere keer met de brood van je af. Waar was dat hè? In Birkenau. Was dat. Maar, ja. Ik was bang voor die Russen. Maar, u bedoelt dat waren de legers? Dat waren ook gevangenen. Ook gevangenen? Gevangenen Russen in Birkenau. Ja, ja. Ja, ja. Toen wisten we, de Russen hebben gezegd, de Russen komen. Waren we weer bang. Mensen zijn achtergebleven, die hebben toevallig gered. Die zijn verscholen. En wij zijn lopende gegaan vanaf Birkenau naar het voetbalstadion. Daar werden we opgesloten. Vele tienduizenden. Weet u waar dat was? Wat? Weet u waar dat was? Nee, ik ken het niet herinneren. Wij gingen lopen, lopen, lopen en lopen. Toen, we gingen op weg. Er is van die dodenmars, is volgens de statistiek 10% overgebleven.
Dat was een van de ergste dagen. 18 januari is dat begonnen. Hoe lang heeft dat geduurd? Dag of 4, 5. En we gingen uit steeds bij een voetbalstadion. Moesten wij naar binnen en daar kregen we een stuk brood. En toen gingen we op weg naar Mauthausen. We wisten van Capo Theo, die er vertelde wat Mauthausen betekende. Die eerste gevangene van Mauthausen, die heeft niet geloofd wat er is gebeurd met die mensen. Longziekte, dit, of dat, allemaal. Maar toen ik kennis maakte met Capo Theo, en ik wist dat, toen wist ik dat Mauthausen wel waar is. En als het zo moet, we komen Mauthausen binnen, staat er een jongen, en wie was dat? Toon Prenger. Toon Prenger, die die keer, die maandagavond, bij de moordzaak op Koot, ja, die wapens, die ijzeren, de ijzerloods had, gegeven heeft. Hij was dolgelukkig. Dolgelukkig dat hij me zag. Want hij woonde op de eerste etage en wij woonden op de derde etage. Ja, nou, ja, wat hij toen zegt en dat zegt. Daar moet je passen, dit moet je doen. Je moet 10 ogen hebben, niemand is betrouwbaar. Iedereen vecht voor zijn leven, neem het ze niet kwalijk. Blijf er buiten. En zo kwam ik te werk, kwam ik in Mauthausen aan. De grote angst. Maar ja, ik had een geluk. Ik was een grote vakman. De schlosser. Ja. En toen werden wij gestuurd. Van Mauthausen, in Mauthausen. Werden we gestuurd naar de ondergrondse, laat ik zeggen, in de mijnen. Niet in mijnen werken. Maar er was een hal, grote hal. En er was de vliegtuigbouw. Daar werd de Messerschmied gebouwd. En daar moest ik aan werken. Ik was losser. Nou, dan kun je wel begrijpen waarom we Duitsland de oorlog verloren hebben. Ja. Want ik moest vliegtuigen bouwen. Ik kon er niet eens een schroef in draaien. Ja. Alles was fout. Alles gegaan. Daar ben ik dan gebleven in Mauthausen. Onder alle omstandigheden die er ook waren. Tot 4 mei. Maar een week ervoor, 4 dagen ervoor, dus, nou laat ik maar zeggen 1 of 2 mei, die was beneden, was de bewaking die bestond, was weg. En daar in plaats was geweest civiele bewaking. Dus ook allemaal Oostenrijkers. Oostenrijkers waren puur slecht. De Duitsers waren nazi's. En de Oostenrijkers waren supernazi's. We waren voor de Oostenrijkers veel meer bang als voor de Duitsers. En een week ervoor, of 2 weken ervoor, ja, toen is er hulp gekomen uit Zweden. Het Zweedse Rode Kruis heeft pakketten gebracht. Dan zou je toch dankbaar moeten zijn dat het Rode Kruis pakketten brengt. Die werden verdeeld door het Zweedse Rode Kruis. Maar een Joden heeft die niet gegeven. Joden hebben die gekregen. Ik haat het Rode Kruis. Men zegt dat ze de wereld wel eens wat doen, goed doen. Ik heb het niet meegemaakt. Ik geef nooit iets voor het Rode Kruis. Zelfs toen ik terugkwam. Daar kom ik daar later op terug. Via Mauthausen, Linz, Evenzee naar Eindhoven bij Philips. Was daar ook een verdeling van het Rode Kruis. Oorlog is afgelopen. Hebben ze zich nog antisemitisch gedragen. Doordat ik niet wil geven,
En na de oorlog heb ik een woningetje gehad, een woningetje. Ik heb verteld, bij een collecte of iets bij het Rode Kruis, is de Rode Kruis bij me thuis gekomen. Twee keer, drie keer, ze komen er nog eens een keertje op terug. Tot vandaag en toe zijn ze nog niet geweest. Ze durven niet, omdat ze weten dat is de waarheid. Ik heb nog een geval. Daar. Als je op appel moest staan, daar, en er was iemand dood, of ging dood, dan moest je dat lijk tussen je innemen. Want de koppen moesten geteld worden. Gebeurde meer eens eenmaal, dat er een levende naast je staat, dan viel hij, en dan was hij dood. Binnen een minuut had hij niks meer aan. En wat hij aan had, was maar voor hem. Zo was hij met die kleren. En dan stond je, als je niet de gelukkige was, de ongelukkige, dan moest je met z'n tweeën een lijk naar je doen, maar die koppen werden geteld. Ja, er werd heel veel gedaan. Op een keer was ik ziek en toen ben ik achtergebleven in Beerdenkanaal. Toen ben ik in slaap gevallen in de riool. Hebben ze twee, drie keer geteld, was de telling niet goed. En toen werd ik wakker, was de telling wel goed. En er waren een paar mensen weer weg. Ik weet niet hoe. Dat zit me nou te binnen. En toen hebben ze gezegd, dat was op het Salege betriep, toen. Er waren mensen weg. Van elke commando worden er 10 aangewezen. En die worden te dood veroordeeld. Of dit, of dat. Op een gegeven ogenblik, was net als ik aan de beurt. Hebben ze gestopt. Hebben ze gestopt daarmee en zijn niet verder gegaan. Maar nu de bevrijding in Mauthausen. Ja. Van de ene moment naar de andere moment was de bewaking weg, overgenomen door het Oostenrijkse tuig. Ja. Civiel. Daar stonden ze. Dat had je hier ook, in Nederland, in de oorlog. Ik weet niet precies hoe de naam weer was. De bewakingsdiensten voor de ouderen, niet, dat waren gewoon particuliere geen salaris. Ik weet niet precies hoe de naam is. En ja, daar stonden we, we keken op. De SS, militairen waren allemaal weg. En ik weet het nog, 5 mei, de bekende strafpleiter in Nederland, een van de bekendste, is dokter meester Moskowitz senior. Die stond er ook, dat hoor ik dan later. En 5 mei was er niemand. Mijn zwager, Sjaak Swaap, ik heb niets verteld, nog niets verteld van die Sundler, wel gezegd dat hij de pak heeft geleend. Mijn zwager, Sjaak Swaap, met z'n tweeën, ik zeg, we gaan weg. We zijn van Mauthausen gelopen naar Linz. Maar mijn zwager was erg ziek. Bleek later dat hij tyfus had. Een soort tyfus. En daarvan is hij erg ziek. Had u Russische of Amerikaanse troepen gezien? Ja, komt. Er was helemaal geen bewaking meer. En we hebben nog niks gezien. We zagen wel Amerikanen. En we kwamen aan in Linz. Vlak bij Linz. Ik kon niet meer. Hij kon niet meer. Ik zei, dan ga je naar mij luisteren. We gaan midden van de weg liggen. Wil je overreden? Dan wil je maar overreden. En we zijn midden van de straat gaan liggen. We konden niet meer. En er kwam een Amerikaner. En die heeft er gezorgd dat het Amerikaanse Rode Kruis ons heeft opgenomen. En die hebben ons gebracht naar Ebenzee.
En daar lag ik ziek bij het Amerikaanse Rode Kruis. Na enige weken, toen we een beetje opgeknapt waren, mijn zwager was nog erg ziek, werden we overgevlogen naar Philips in Eindhoven. Waar er ook weer de bedeling was van de mensen van het Rode Kruis, zoals ze het overal allemaal gedaan hebben, waar ik al van verteld heb. En toen zijn wij, na enige weken, zijn we met de trein via Nijmegen, zo om, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam. Dat duurde geloof ik 1 uur of 6 toen, met de trein. Zijn we met enige duizenden mensen naar Amsterdam gebracht. Er waren 2 politieke gevangenen, ex-politieke. Dat was mijn zwager en ik. De rest, dat waren allemaal mensen die gewerkt hebben in Duitsland. Wij kwamen aan op het Centraal Station, de eerste 2. Duizenden, duizenden mensen. Een applaus. Al die mensen, niemand heb gevraagd, kan ik wat voor je doen, moet ik wat voor je doen? Op het Centraal Station hebben we gekregen van Joods Maatschappelijk Werk, schrik niet, ieder 10 gulden distributiekaarten, stamkaarten. Dan konden we gaan. Waar moest je naartoe? In de vrije lucht. Hoe zag Amsterdam eruit? Bar slecht. Maar daar heb ik niet aan gekeken. Er kon een vrouw, mevrouw Spruit. Die woonde in de Valkenburgstraat 81, 1 hoog. Haar man was conciërge van tegenover waar die school is, conciërge. Waar die keuringen plaatsgevonden hebben. Die heeft zich ingezet met een fiets en daarachter een 3-wieler waar ze zieken kon ophalen. En die heeft ons alle 2 meegenomen en heeft ons gebracht naar de Valkenburgstraat in een huis opgenomen. Maar boven, op 2 hoog, daar heeft gewoond mijn zwager Sjaak Swaap. Toen die, laat ik zeggen, die mensen terugkwamen waar mijn vrouw bij was, van Westerbork, was die woning leeg gekomen, niet leeg, de meubels stonden nog, omdat mijn schoonzuster, die is bij mij in huis gekomen omdat mijn vrouw weg was. En daar woonde een ander, een familie Schuitenvoeder, de kinderen leven nog allemaal, nu. Die is door mijn aandringen bij die groep waar mijn vrouw bij was, vrijgekomen uit Westerbork. Maar hun woning was al gepulst en er wonen andere mensen, daar gewoning, hebben ze die woning gekregen. Hoe komt die woning vrij? Mijn zwager Sjaak Swaap was erg bevriend met een SS-man. Ja, Jean Gleren. SS-man, betrouwbaar. SS-man, SD, Gestapo. Dat was allemaal, alleen de naam uitspreken, was wel een schrik voor je. Voor iedereen, zonder uitzondering. Maar er was 1 SS-man, die heette Sundler. Ik heb alle gegevens hier. Die was postbode geweest. En die werd toen, omdat hij een kostuum had als postbode, werd hij door de Duitsers, moest hij soldaat worden. En hij moest naar Rusland toe. In Rusland is hij gewond geraakt. Is hij teruggekomen en hij was een long kwijt. Toen het iets beter met hem ging, en dan moest hij naar Amsterdam, naar Nederland, op de Adem en Scheltemaplein. Moest hij dienst doen en hij werd bevorderd tot onderchauffeur. Die man heeft zich nooit aangemeld als militair. Bewijsstukken heb ik hier aanwezig. Hij was gewoon postbode en werd gewoon aangewezen en klaar, weg. Hij was zelf tegenstander ervan. Ik heb Schunter, dat was mijn zwager, was erg bevriend met hem, Sjaak Swaap. Maar met Sundler heb ik veel gevraagd. Voor mezelf nooit wat.
hebben voor mij nog nooit iets gedaan. Maar al wat ik gevraagd heb, ik heb hem ook niks gevraagd voor mezelf, heeft hij gedaan. Vele tientallen bewijsstukken liggen bij de Stichting 4045. Ik heb het hier zwart op wit staan. Vele tientallen mensen hebben mijn dank betuigd. Onder andere, ik had gisteravond nog iemand aan de lijn, Ali Gans, een man is overleden. Die heb ik daar met haar moeder, vader, met haar moeder en haar grootmoeder, met een man op acht, heb ik ze allemaal uit de Hollandse Schouwburg gehad, met medewerking van Söttler. Die vrouw leeft nog. Ja. Nu nog. Ook van die 38 mensen in de centrum was ze, ja. Maar die Söttler is op een gegeven ogenblik, ik sla wel een heel groot stuk over, die is gepakt geworden. Toen mijn vrouw in het kamp zat, s'morgens 6:30 kwam mijn schoonzuster Lene Swaap. En die heeft toen gezegd, Sjaak is gearresteerd vannacht. Sjaak is gearresteerd, Söttler was gearresteerd, Weber, nee niet Weber, Weber, dat waren twee Duitsers, Sjaak en Hartersson. Hartersson werkte in de Alhambra als operator voor de film. En die vier waren gearresteerd en die kwamen terecht op de Amstelveenseweg in de gevangenis. Daar was Söttler ook bij. En nu ben ik van het raar al. Hanauwe, Ekman, Heinemeier. Dat waren die drie, nog eentje. Ja. Dat valt me zo in. Dus er was heel weinig aan te doen. Mijn zwager zat in de gevangenis. Tot een week na de laatste dat mijn vrouw terugkwam. En die ging ook mee onderduiken. Die Söttler niet veel gedaan. Ook op het Adamerschelte in mijn plein. Hij heeft, ik heb hier een verklaring van Ali de Lange. Ali de Lange woonde in de Middellaan, nummer 15, schuin tegenover de Hollandse Schouwburg. Ali de Lange, haar man, zat in Mauthausen. En ik had met iedereen die in Mauthausen zat, had ik heel erg medelijden. Maar als iemand mij gevraagd heeft, dan heb ik gezegd, ik zal mijn best doen, ik kan je niet beloven. En dat heb ik dan ook gedaan. Ali de Lange, ik kom uit de Schouwburg en Ali de Lange zit er met twee kinderen. Het zit te huilen, ik zeg, wat is er? Als ik niet weet wat er is. Ja, ja, en dan vertelde dat hij maar naar Mauthausen zit enzovoort. Ik zei, nou doe het nog rustig en ik zal mijn best doen. Dat heb ik tegen iedereen gezegd. Ik heb Ali de Lange gezegd, je moet er overkant komen met de kinderen naar de Christen. Söttler, die stond buiten, in de hal van de Hollandse Schouwburg, zaten ze in een hoekje. Dat was de wacht, de bewaking, af van de hele bewaking, van de bewaking. En hij heeft zich omgedraaid, of aan de andere kant, en ik ben met Ali Lange met twee kinderen eruit gegaan. Ali ging de overkant, de Middellaan 15. Ja, u zou het maar zeggen. Het is haar niet te geloven. Ali de Lange leeft nog. Woont hier, ergens in Zuid. Heeft een dochter, die slachtoffer is ook van de oorlog. En die is niet goed. En Ali de Lange, toen hij wist dat Ali de Lange de overkant was, volgens Ali de Lange, verklaring. Die ik heb, die ik u direct kan laten lezen, heeft hij zelfs mensen gebracht naar de overkant. De verklaring van Ali de Lange. Van mij legt er een andere verklaring. Die Söttler, die was, ja, wat moet ik zeggen? Ik heb altijd gezegd, als iemand terugkomt, krijgt hij de beste stoel, is voor hem. Alleen maar dat iemand zo'n beladen woord, SSSD, dat er iemand is die dat heeft gedaan. Ja, ik val me erin. Dat hebben we ook iemand gehad van de Weermacht.
met het legerbetrieb. Er was een Duitse militair, een Weermacht. Die heeft de restanten van het eten meegenomen in zo'n bak waar al die restantjes in. Dan heeft hij in de hoek gezet en dan is hij weggegaan. Hm. En mijn zwager, die was voor mijn voorban. Elke ploeg bestond uit 100, ja. 520. En dan heeft hij verteld. Ja, dat was natuurlijk uniek, was buitengewoon. Zullen we even terug naar uw naoorlogse eerste huis? Daar woonde u met uw toekomstige vrouw in één woningen, of in ieder geval één hoog en drie hoog, of niet? Heb ik dat eens een keer onthouden? Ik woonde in de Valkenburgerstraat. Nee, ik woonde in de Rapenburgerstraat 81, twee hoog. Beneden woonden een paar Duitse vluchtelingen die weg waren. En toen die razzia was, op Driehoog woonde een andere mens, de Costa. Nee, dat bedoel ik niet. De Costa. Die wou ik meenemen in de centrum-razzia. Die heeft het niet gedaan. Helaas zijn ze niet teruggekomen. Deze vrouw, ik neem aan dat u weet wat de Joodse wet is. Nee. Voor de Joodse wet mag je niet trouwen met de vrouw van je overleden broer. Je moet trouwen met de zuster van je vrouw. Ja. En toen ik getrouwd was, 1 mei 1947, kon ik geen goppa, dat goppa is, voor de Joodse wet, krijgen. Ik heb geen goppa gekregen. Maar ik heb ook in de oorlog, dat heb ik nog niet gezegd, de opperrabijn van de Joodse gemeente, de heer Schuster, vele malen geholpen. Daar ligt een bijzondere verklaring van die opperrabijn bij de stichting 4045. En die hebben in de oorlog goed geholpen. En na de oorlog, die man heeft het overleefd. Die was naar Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, dat waren mensen die naar Bergen-Belsen gingen, een hoge uitzondering. Hebben ze mij ook aangeboden, ik heb het niet gedaan. Ik heb gezegd, ik ga, dat staat er ook zwart op wit. Ik ga ook waar een ander ook gaat, daar hoor ik bij. Ik ben geen uitzondering. Dat ligt ook hier zwart op wit. En mijn vrouw, die woonde met mijn broer, die woonde in de Valkenburgerstraat. En in de centrum was ze, ja, heb ik ze door met die ziekenwagen van de EPMA van de Ruiselkade, heb ik ze eruit gehaald van Tuurlijk. Mijn vrouw was gearresteerd en deze vrouw, de vrouw van mijn broer, die was in huis bij een zuster van me in de Weesbestraat. Dus wij woonden niet bij elkaar, maar toen de oorlog was afgelopen. Ja, dat bedoel ik. Ja, nou komt het. De oorlog was afgelopen. Er waren twee schoonzusters van me teruggekomen. De ene, Logger, die was met mijn vrouw in het experimentenblok van Auschwitz. Ja. Dat zal u wel gehoord hebben in haar verhaal. Ja. En zij is teruggekomen. Zij is in huis gegaan bij de familie Logger. En ik had niets en ik was bij mijn in de Valkenburgstraat bij de familie Swaap. En bij de familie Spruit. En toen mocht ze daar niet blijven. En toen kwam ze bij mij. Kwam ze naar me toe. Zegt ze zo, waar één slapen, kunnen twee ook slapen. Ik had maar helemaal geen bedoeling om samen trouwen. En zo is dat tot stand gekomen. Tot dit huwelijk. En waar ik later weer terugkomen. Die goppen, dat is een bijzondere goppen geweest. Ik weet niet of mijn vrouw dat verteld heeft. Ja. In de Portugese gemeente. Ja. Daar hebben ze een bijzondere, een hoge uitzondering gemaakt. Dat is nog niet de tweede maal dat het in Nederland is gebeurd. Wel de tweede maal in Europa. Maar als mijn vrouw het verteld heeft, dan laten we het daarbij. Hoe bent u weer aan het werk gekomen? Dat is veel erger. Ik liep
3-4 weken dat hij terug was, kwam er mijn klerenmaker naar me toe. Jaapie Groen woonde in de Blasiestraat. Hij zei van, ik loop er nog steeds in die vodden. Hij zei, ga eruit. Ik zei, ah, ik moet niks hebben. Ik leefde van 10 gulden in de week. Had ik gekregen, 10 gulden in de week. Niet 10 gulden. Ik kwam in aanraking met de waarheid. De waarheid was een krant op de Amstel. Een krant in Amstel, dat wist ik niet. Dat was een partij van de communisten. En die hebben me 25 gulden in de week gegeven. Of in een maand, kan er ook wel zijn. Zoiets, ik geloof in een maand. Toen kwam hij naar me toe. Hij zei, ik ga een kostuum voor je maken. Maar hij was altijd mijn kleren maken. Hij woonde in de Ruistraat. En als je ooit, je mag geen cent geven. Je mag ook, als je ooit eens geld hebt, mag je betalen. En anders nooit. En zo kreeg ik een kostuum van Jaapie Groen. Dat was het eerste. Op de Centrale Markt. Nee. En ik kreeg toen een woning. Ik kon de mooiste woning krijgen, maar ik wou een woning hebben van de NSB's. En tenslotte heb ik maar een hele kleine kamer gekregen met een vieze woning op de Admiralengracht. Derde etage. En er was nog een NSB-woning ook. Maar ik kon niet anders meer krijgen. Ik wou geen voorkeur hebben. De muren waren nog rood-zwart, de kleuren van de NSB geweest. Daar wil ik komen te wonen. Op de Groothandel, op de Centrale Markt, daar was een vriend van mij, Meijer Mok. Meijer Mok was getrouwd met een niet-Joodse vrouw. Meijer Mok was voor de oorlog was een hele goede klant en ook een goede vriend. Toen de oorlog begon en de grossiers moesten vanuit van de markt af, heb ik hem aangeboden om bij mij te komen. Geld om te laten verdienen in een van de winkels van de Weesperstraat. We hadden uitgevonden, de mensen wilden heel graag hebben een bewijs. Dan hebben wij het zo uitgevonden met dokter Van der Laan om bewijsjes te geven, een administrateur, want alles ging op de bonnen, en een toekijker en een verzorger. Dus dan had je de winkel, had je 4, 5 mensen, die hadden er meteen een baantje bij de Joodse Raad. Dat was, iedereen was erg blij dat ze zo'n bewijsje hadden. Die directeur, een van die onderdirecteuren, dat was niet zo erg als u dat niet weet. Jawel. Nee. Een van die onderdirecteur, die was heel goed en betrouwbaar. Ik kreeg in de oorlog, heb ik iemand vrijgekregen op het levensmiddelen, op een kaartje van dat levensmiddelen. En zo is hij vrijgekomen. Ik ben direct gegaan. En ik ben gegaan naar de directeur, meneer Van Duinhoven. Nu heb ik hem. Die was onderdirecteur. En toen was hij directeur geweest. En ik heb tegen Van der Laan gezegd, ik heb iemand vrijgekregen op een kaartje. Want zo'n bewijsje was veel in de oorlog. Afdeling levensmiddelen en ik heb hem vrijgekregen. Volgende avond had ik 250 blanco kaarten van meneer Van Duinhoven, directeur van het marktwezen blanco. En dan kon ik zo mensen invullen. 1956. Ik zit bij een kapper in de Wagenstraat, Bommers. U was nog in 1947. Ja, ik kom naar 47. Ik kom zo. Ja, in 47. Bij Bommers. Bij Bommers, daar was een vrouw, een vrouw geweest. En
verhuisman uit Hilversum. En die waren heel erg in het verzet. Er zit een man naast me. Dag meneer de hond. Ik zeg, ik ken u niet. En toen ken je me niet. Gaat over zijn zang. Maar de kaas is niet levensmiddel, meneer Cohen. Ik zeg, 1945, de bevrijding. 1956. Kon u me niet eerder bedanken? Ja, je hebt gelijk. Maar ja, goed, dat was niet kwaad hoor. Ik zei, weet je wat je doet? Je kan het goed maken. Dus vandaag, in Makanti, de centrale markt, is een huldiging die de directeur niet wil, meneer Van Duinhoven, 25 jaar aan de markt. Je gaat met me mee om te bedanken. Ik mocht een reden voor houden, maar ik was brutaal. Keur, maar correct. Ik stap naar voren, naar de microfoon. Ik zeg, meneer Van Duinhoven, als u me kwalijk neemt, heeft u gelijk. Maar ik heb zoiets aparts. Die meneer Cohen, die heeft de oorlog overleefd met een kaartje, afdelingslevensmiddelen, gekregen van de directie van het marktwezen. Dat was u. En dat is ervan gekomen. Vele mensen hebben er maar een kaartje van u gebruikt gemaakt. Als u het mij kwalijk neemt, dat ik gewoon sorry, spijt me. Dat gebeurde in Makanti, in levende lijn. Ja, ik heb ook in 1947, heb ik voordat ik begonnen ben, en voordat mij een mok, die getrouwd was met Marie en Christen vrouw. Meijer Mok was een van de grootste grossiers. Een rijk man, met Joop Koekoek, hadden ze een zaak in Londen. Maar dat ik heel goed bekend en bevriend was, hebben ze alles wat ze kunnen doen voor de oorlog altijd aan handels met toegespeeld. En daarom heb ik Meijer Mok alles aangeboden wat ik moest doen. Die Meijer Mok, zijn moeder woonde op de Jodenbreestraat. Zijn zuster en zijn zwager werkten aan de overkant bij de Fries van Buren. De Fries van Buren is helemaal leeggehaald. Is terechtgekomen op de Adam en Schelterbeplein. Ik vertel het in het kort. En ik kom er binnen toe, op de Adam en Schelterbeplein. En daar staat de zuster van mij hem ook. Met zijn zwager. Hij vertelde dat het kind is ziek en die is achtergebleven. Bij haar moeder op de Jodenbreestraat. Ik ben onmiddellijk naar de Amstelkade gegaan, 166a. Ben met die vrouw gegaan naar de Keizersgracht, 17, 2 hoog. Daar woonde die en daar was het kind was ziek met die moeder. We zijn samen naar boven gegaan. We hebben het kind het ze in de arm genomen. We gaan naar beneden. En wie gaat naar boven? De Duitsers. Hij heet kleine Jopie, Jopie Katz. Hij leeft nog, gelukkig. 47 zou ik, toen ik terugkwam, hebben het eerste is naar me toegekomen, Thea Hoogestein. Ik kon er niet. Wel van naam. Thea Hoogestein is van Duitse afkomst. Thea Hoogestein was een van de bijzondere mensen in de oorlog. Ze leeft nog, hoop ik, in Zweden. In de oorlog was Japin en Elias die gefusilleerd is, Japin die het overleefd heeft, was een meisje geweest bij de Duitsers, bij Lagers, op kantoor. Die was voor de Duitsers betrouwbaar. Zij hebben gezegd aan Lagers en de oudste Funte dat ze niet betrouwbaar is. Wat wel was. Zij hebben iets verteld, wat zij natuurlijk wisten. En er bleek
dat hij dat aan haar verteld had, wat ze zouden gaan doen. En toen is dat meisje moest terug naar Duitsland. En toen hebben zij gezegd, die Thee Hogestein, ze wisten dat het een Duitse Jodin was. En die goed Duits sprak, dat die betrouwbaar is. Thee Hogestein is toen een functie gekregen in de Terpenstraat bij Lagers en Austerfunte. En heeft gelukkig de oorlog overleefd. Is toen ze terugkwam, heeft ze een inzinking gekregen. Toen is ze een tijd verpleegd geworden in de Vlaeriskliniek. En daar vandaan is ze naar Zweden gegaan. Strijs was ook een houtstormvuurder. Was uniek. Niet Strijs, maar het geval. Uit Arnhem kwam Hetty Brandel. Hetty Brandel was een hele mooie vrouw. Zeker voor een Duitser. Blonde vrouw. Goed gevuld. Blauwe ogen. En heel erg intelligent. Op een avond komt Strijs naar binnen. En zegt, Hetty Brandel moet erbij komen. Hetty Brandel was een nichtje van Van der Laan. Hetty Brandel is bij hem gekomen. Zegt, die moet je goed horen. Geef mij je persoonsbewijs. En je krijgt van mij een persoonsbewijs, of een, wat het is, zonder J erop. Je krijgt alle papieren dat je, zolang de oorlog duurt, dat ze niets kunnen doen. Op één voorwaarde. Je moet me vanavond uit. Omdat het een hele mooie vrouw was. En blond haar. Blauwe ogen en het was helemaal gelijk, lijkte ze niet op een Joodse vrouw. Hetty Brandel had kwaliteit en mentaliteit, heeft het geweigerd. Hetty Brandel is weggestuurd die avond en heeft helaas de oorlog niet overleefd. Ze was een nichtje van dokter Van der Laan. Dat is de eerste keer. Hoe moeilijk en hoe zwaar het ook is dat ik wat vertel. U moet het als een zeer hoge uitzondering zijn. Ik had misschien toch niet zoveel verteld, hoewel ik niet alles kan vertellen. Maar toen u gisteren bij me op bezoek was, meneer Wasman, en u vertelde waar u gewoond hebt, gaf dat een extra aanzet. U zal het een beetje raar klinken. Ik praat niet zo gauw, maar dat heb niets, ik ken u niet. U bent alleen maar die de zaak opneemt. Maar in 1947 kreeg ik bezoek van dokter Presser. De beroemde dokter professor Presser, die twee boeken geschreven heeft over de oorlog. Hij is twee maal bij me thuis geweest. Hij heeft me gebeden, gesmeed. Ik kon het hem niet vertellen en ik wou het nog niet vertellen. Ik heb de oorlog overleefd. Ik heb de oorlog verloren. Volgens mijn domme verstand is er geen teruggekomen is die geen afwijking heeft. Al die mensen die in het kamp hebben gezeten, als er vanavond eten overblijft, dan zal mijn vrouw het weggooien, bij wijze van spreken, maar ik mag het niet zien. Afwijking. Mijn last in mijn rug, daar heb ik nog elk moment last van. Die professor Presser kwam naar me toe, bij me thuis, gebeden heeft en gesmeekt heeft. Hij wist dat ik een verschrikkelijke tegenstander was van een van de grootste misdadigers als Jood zijnde, Weinreb. Dat is in de geschiedenis verteld. Daar zijn boeken van. Hij wist wat ik hem heb aangedaan. En toen een keer, pakweg 65... hier aan het einde van de Churchillaan en de Apollolaan een film werd gemaakt over Weinreb.
werd ik weggestuurd door een hele goede artiest, De Vries, die u nog dagelijks, de zoon van Rob De Vries, op de televisie zit. Jij weg, zegt hij. Later heb ik het begrepen. Omdat ik een verschrikkelijke tegenstander. Ik kon hem heel veel vertellen van zijn vader, een artiest. Ik kon hem heel veel vertellen van Wijrep. Hij wist dat ik een haat heb. Dat was de reden dat professor Presser kwam in 1947 en heeft gezegd en gevraagd. Ik wil hebben dat u het me vertelt, maar ik kon hem niet vertellen. Ik heb u gezegd, dat is niet persoonlijk, maar dit, dat jullie de gelukkigen zijn dat ik het vertel. Wat ik nu vertel, want ik kan wel, ik kan weer een boek schrijven, maar ik schrijf geen boek. Dit boek, wat ik zeg, een ster is een ster. Dat heb ik nog nooit ingekeken. Ik weet niet wat ik zelf wat erin staat. Het is een uitlating geweest. En ja, nu moet ik zeggen, ik had het wel moeten doen. Ik heb het niet begrepen. Ik was gestoord. Al die mensen waren gestoord. Ik heb het niet begrepen wat het is. Ik moest naar een neuroloog. En ik moest naar naartoe, naar een psychiater, alles, omdat ik gestoord was. Maar 47, en nou komt het. Nadat ik bij die vriend Meijer Mok 6 weken heb gewerkt, dat ik dat graag wou, kwam Groenteman naar me toe. De jongste zoon, de jongste broer van mijn zwager, Benny Groenteman, heel bekend in Amsterdam. Groenteman en Bolle, bananenrijperij, waar geen bananen kwamen. En die vraagt aan me, zullen wij samen gaan doen? Ik ga je helpen. En toen moest ik weg, toen ben ik daar begonnen. Ik heb daar toen heel hard gewerkt en gedaan. Dat was in 1947, in alle omstandigheden. Ik heb, mijn ziekte speelde gewoon, die oorlog speelde nog een hele grote rol met mij. En toen later. Ik had, als ik een vrouw heb gezien op straat lopen met een bril op, dacht ik dat het mijn vrouw die vergast was. Ik heb waanbeelden gezien, de mensen die lijken op elkaar. Het was zo moeilijk. Toch ergens ben ik nu blij dat ik een 62 ster is een ster geschreven heb. En wat ik verteld heb, dat die plakkaat bij die meester Gompers heb opgehangen. Ja. En dat die secretaresse heeft opgehangen, ster is een ster. En allemaal topmensen waar ik mee te doen heb gehad. En iedereen wist dat ik niet vatbaar was voor geld. Er is heel veel gebeurd met geld. Dat willen ze wel zeggen dat het niet waar is. Mijn schoonzuster heb ik uit de polder weggehaald, uit de trein. Die mensen gingen met de auto's, met de trams naar de Borneo-kade. En dat zijn mensen, ik noem geen namen, die hebben mijn schoonzuster meegenomen, die moesten 500 gulden betalen. 500 gulden. Heeft ze bij mijn schoonvader geleend, maar die mensen die hadden een patiënten, ik niet. En ik ben ze nooit vatbaar voor. Ik noem geen naam, want die mensen leven nog en het zou een schandaal zijn. Het is gewoon een schandaal. Zullen we eens naar uw foto's gaan kijken? Ik moest nog wat vertellen van 47. Nou, professor Presser, dat weet u eenmaal. En ja, in een depressieve bui heb ik die ster is een ster geschreven. En ik heb zoveel verklaringen, zoveel. En die stichting 40, 50. En nu heb ik ik ben 100% afgekeurd in 62. Dat ik een auto-ongeluk gekregen heb. Ik had een bewustzijnsvernauwing. En ik kwam terecht in het ziekenhuis. En daar vandaan bleek ook dat ik suiker had. Ik moest bij de neuroloog. En nu komt het bij de dokter van de Toren. En ik moet niet vergeten
toen mijn compagnon samen ging doen in 47, moest ik een contract afsluiten en toen kwam ik terecht. Dat hebben een extra vermelding nodig. Bij meester Fouten. Meester Fouten was een top advocaat, procureur in, niet in Nederland, maar bij internationale scheidsrechten was hij de voorzitter. Hij was erg goed me gesteld. In de oorlog had je een burgemeester, die heette ook Fouten. De Fouten. En dat was de goede Fouten, met een goede familie. En hij wou het nooit vertellen. Want die kinderen in de Hollandse Schouwburg, die naar de crèche gingen, er was een jongen, die heette Gerrit Blok. Die Gerrit Blok, die was wanhopig. Hij moest komen, opgeroepen worden. Was hij zo gek, dat hij moest komen, had iemand met een hamer op zijn kop laten staan. Het is zo'n bult. En toen kwam hij, dat geldt niet. Hij moest toch, alleen als je gebroken been hebt. Hij vertelde dan zijn zwager van de hoek. Hij vertelde aan mij, ik heb gezorgd dat hij binnen 2 dagen alle papieren had. En hij heeft de verklaring gegeven en hij is nooit weg geweest, hij heeft de oorlog overleefd. Want op de Leidmansgracht heb ik verteld, daar was alle administratie geweest. Boven in de zaal, daar werden de sperren verzonden. En ik wist dat, ik ben naar boven gegaan in de oorlog. En ik heb daar een paar honderd sperren, heb ik daar gestolen. Daar lag ook verklaringen van. En die heb ik gratis rondgegedeeld aan wie het ook was. Die meester Fouten, die zegt toen een keer, ken u die en die? Van de Lamar Theater. Die werkte samen met een fantastische man, een bijzonder mens, Suuskind. Van Meer, hij was directeur geweest in de Alhambra Theater. Niet in de Alhambra Theater, in de Maningstraat. Dat theater. Lamar. De Lamar. En ik heb ook, als Gerrit Blok ging wandelen, die had een aanstelling, met 20, 30 mensen, kinderen. Als hij met 30 ging, kwam hij 20 terug. Die gingen via hem, en dat heb ik veel later gehoord, naar een zuster van mevrouw Fouten, van meneer Fouten, meester Fouten. En die woonde op de Leidsegracht, het goed zeg, Regulusgracht of de Leidsegracht. 69 kinderen. Kindertjes heeft ze gered. 69. Ze heeft ze geleverd via het Centraal Station. Zijn ze gegaan naar Utrecht. Naar de studentenorganisatie. Heel bekend. Dat was zo uniek. Dat was zo buitengewoon. En toen ik er kennis met haar maakte na de oorlog. Nou, u kunt dat eens weer zien. Zo'n familie. Mensen die strontrijk waren, laat ik het maar zeggen, die aan het Rijksmuseum hebben, tot heden toe nog geleend hebben, de dure Rembrandts die in bezit zijn. Ja. En dat waren mijn vriendin en hij, de familie, mijn vriend. En ik, die arme jongen uit de Joodhoek, en dat waren mijn vrienden in de oorlog. Dat is uniek. Zullen we nu even gaan kijken? Ja. Als u wilt aanwijzen wie wat is. Zo. Zo goed? Ja, prima. Laten we beginnen met de hoofdschotel. Dat is mijn moeder. Mijn moeder die is via het Joodse ziekenhuis terechtgekomen. Joodse invalide, ernstig ziek. Is vergast in Oswiecum, zoiets, zoals ik het goed zeg. Ja. Nee, dat is mijn vader. Hij had bronchitis, astma, die is dan in Holland gestorven, voor de oorlog. Kunt u die even omhoog houden? Kunt u deze voor uw vader even omhoog houden? Oké. Die ook? Nee, die ook
Stelt hier. Daar is een twee zusters van mij. Jutje. Dat is een zwager van Jude van den Berg. Ook een zuster van mij. En mijn zwager. Dit is een kleine foto. Dat was voor de oorlog een voetbalvereniging. Ja, ja. Als het maar lukt. Een voetbalvereniging, die heette AED. Alle één doel, op het Waterloopplein. En wij hebben dat gemaakt van, op z'n Joods, autonome een doelpunt. Alle één doel. Die hebben toen een uitstapje gemaakt. We zijn toen naar Hilversum gegaan. En hier, daar is je familie, zitten heel veel familieleden op. Van toen. Moet ik namen noemen? Zelfs de moeder van deze vrouw, mijn tweede vrouw. Dat is mijn zwagerse boer van de Berg met zijn vrouw. Woonde in de Vogelstraat. Dat ben je zelf, hè? Dat ben ik zelf na de oorlog. Ik moet u nog straks vertellen over cognac. Vergeet het niet, moet ik vertellen. Dat zijn de twee zusters, twee dochters van mijn zuster Rosie. Woonde in de Veesperstraat. 95, de hoek van de Prinsengracht. Bij aankomst van gast. Dat is mijn overleden vrouw, Clara Stodel. De eerste vrouw. Eerste vrouw. Ja. Ja. Dat is de dag 1 mei 1947 dat ik getrouwd ben. Met deze vrouw. Ik heb al verteld dat die vrouw getrouwd was met mijn broer, overleden broer. Dat is dezelfde foto dat we naar ergens toe gingen. Stadhuis of zo. Dit is mijn zuster Rosie, Rosa, met mijn zwager Benny. En die twee kinderen die hier zien, die bij aankomst van gast zijn. En mijn vrouw, mijn overleden vrouw, die hebben op de hand gezet. Daardoor is ze ook terechtgekomen in de gastkamer. Dat ben ik zelf en Japin. Er is nog niet in de geschiedenis voorgekomen dat iemand die een Yad Vashem onderscheiding krijgt, dat er 2000 mensen aanwezig zijn. Wat was er gebeurd? Ik krijg een brief van Yad Vashem dat er een aanvraag is gedaan geworden voor een Yad Vashem onderscheiding. U weet, ik hoef het niet te zeggen wat de Yad Vashem onderscheiding betekent. Yad Vashem onderscheiding betekent alleen bestemd voor niet-Joden die hulp hebben gegeven aan Joden en die het overleefd hebben. Ben Gurion heeft altijd gezegd, wie een mens redt, redt de hele wereld. En daar stond ik midden in van de arena van Yad Vashem in Jeruzalem met zoveel mensen om me heen. En meneer Japin was daarbij. Ik moet zeggen, uniek. Hij was samen met Elias, wat ik verteld heb, die is gefusilleerd. Meneer Holt, kunt u even voorstellen wie er naast u zit? Daar zit mijn vrouw Marianne Brander, getrouwd 1 mei voor de Nederlandse wet 1947. U had nog een... Toen Japin in Jeruzalem werd uitgenodigd om die
wat eerst aangevraagd had voor mij, ik een brief heb gekregen. En dat ik niet wel een Jood komt daar niet voor een aanmerking, wel niet Joden, toen heb ik het aangevraagd. En toen heeft hij verteld aan de Jerusalem Post, bij de onderscheiding van Yad Vashem, parool, trouw, in november 1974, toen heeft hij verteld over mij, over Hondje. En dat heb ik willen bewaren tot het laatst. Dat hij gezegd, heeft hij ook verteld. En zo staan de grote stukken in die kranten, dat hij twee Joden, of drie Joden, heb geruild voor een fles cognac. Zegt hij, nou, dan zal ik het maar vertellen. Want hij wil nooit wat zeggen. Max Friedman was een vertegenwoordiger van de Hennessy cognac. En zoals u op het ogenblik water uit de kraan krijgt, kon ik die flessen cognac krijgen in de oorlog. En die cognac was heel veel waard. Heel veel. Ik heb dat niet verteld wat ik met die cognac, dat ik geroepen ben geworden om cognac te geven. Voor die Sundlerzaak, want dat is een beetje te zwaar geweest voor me. Daarvan zijn die arrestaties plaatsgevonden. Ik ben niet mee naar boven gegaan. Daar hebben ze het trafeel afgespeeld in Hollandse Schouwburg. Die ik nog schandalen vind om het te vertellen. Ik ga terug naar Jeruzalem. En toen heeft hij dan verteld van die cognac. In de Vrolijkstraat, daar woonde de familie Oberste, die man. Die was een vurige SDAP'er. En die wou niet luisteren. En als iemand twijfelt. En die werd gearresteerd. Een Amsterdamse politieman die haalde. Ik zie hem lopen in de Kampenstraat. Ik zeg, Willem, wat doe jij nou? Zegt hij, ik wat ik doe. Ik moet. Maar ik wist dat hij van alcohol hield. Ik had beschikking over cognac van Max Friedman, vriend van me, die ook werkt in Holland te schuiven. Ik zeg, Willem, wat wil je nou? Die vrouw met die twee Joden? Oh, een fles cognac. Ik heb liever een fles cognac. Ik zeg, die deal hebben we gemaakt. Ik heb die vrouw en kinderen meegenomen, familie Oost in de Vrolijkstraat, en hij heeft een fles cognac gekregen. Dat is pas verteld geworden door mijn Japin. Toen bij de uitreiking van de Yad Vashem. Wil u tot slot nog een boodschap aan kinderen, kleinkinderen, wie dan ook? Ja, heel graag. Ik heb u gezegd zojuist dat een professor priester geweigerd heb en een aan u gehoor heb gegeven. Aan u bedoel ik dat deze zaak, hè? Juist omdat ik een zoon heb, unieke zoon, dat heb u gehoord van het verhaal van mijn vrouw, wat ze meegemaakt heeft, kleinkinderen. En ik vind dat ik al vroeger heb aangezien, omdat ik een voetballiefhebber was. En ik was bij Ajax, heb ik geen kaarten meer gekocht, omdat ik niet tegen het racisme opkom. En ik heb ze voorspeld, wat hele ten dagen gebeurt. 15 jaar terug, ik kon belangloos kunnen kaart krijgen, ik wou niet. Ik heb ze voorspeld wat er gaat gebeuren, wat je nu ten hele ten dagen door een groot schandaal van de hele wereld vindt, wat je vindt in het racisme. En het racisme bedoel ik in al zijn gelederen, zwart, bruin, geel of zwart. Ik heb een enorme haat aan het racisme. En ik hoop maar en ik wens maar dat niet alleen mijn zoon, daar ben ik zeker van, maar mijn kleinkinderen en de gemeente daarnaast en de mensen daarnaast daar veel, veel aan hebben dat, al zeg me wel dat de Holocaust nooit meer mag gebeuren, voor een bepaalde mensen, ondanks alles, die zeggen dat het niet waar is, dat er geen Holocaust waren, is er maar één straf voor, dat is de doodstraf. En ik hoop maar dat het nooit zal plaatsvinden. Dank u wel.